Oeh. Jawel, daar zijn we weer. Haha, einde van de week. Aande van de week. Slaap je nog een beetje? Nee, ik zit nou normaal in de tekst te kijken. Ik ben wel wat ingekakt, moet ik zeggen. Hoe komt het? Ik werk vaak 's avonds en dan heb ik opeens overdag niks meer te doen. Ik zat een beetje... En toen dacht ik ook nog, oké, dan ga ik Formule 1 kijken, maar dat begint pas om 1:30. Kom je met een officieel statement, zegt de chat? Ik heb geen statement. Nee, maar goed, ik heb er al een paar brieven over gehad. Die heb ik persoonlijk beantwoord. Maar inderdaad, ik heb besloten om niet meer bij de PU te schrijven. Punt. Dat is het gewoon in goede overleg. Geen hard feelings. Ik heb Wouter ook weer gesproken. Grote vriendjes allemaal. Geen probleem. Ik heb het gewoon knijterdruk ook. Hij heeft alleen wel twee lekke banden. Hij heeft twee lekke banden. Ik heb het gewoon ook knijterdruk. Er is gewoon een tijd van komen en van gaan. En dan kan iedereen zijn eigen lijn volgen en wat hij wil en wat hij doet. En zo is het dus. Dat is eigenlijk mijn officiële mededeling. Verder wil ik geen woorden aan vuil maken. Bam! Dan laten we daarbij, toch? Precies. En Koos zit hier ook nog. Ja. En Koos is hier maandag ook weer. Dus dan is hij er. Dus, ja. Oh my god, jongens. Nee, sorry. Ik kan niet, man. Ik heb een dubbele afspraak. Jullie zijn niet belangrijk op rotten. Ik moet gamen thuis in mijn onderbroek. Ja, man. Nee, absoluut. we gaan gewoon weer... Wij gaan keihard door. Absoluut. Ook met GameKings gaan we keihard door. Met alle mensen die er zijn. Mits Yui levend uit Mexico mensen komt. Mensen zeggen dat er ineens een mooie vacature is vrijgekomen bij de PU. Nou, ik zou zeggen, dat kan Koos zeker proberen. Alleen, ik denk dat hij er niet heel veel mee verdient. Want de kosten... Nou, bij Blamme ook niet, jij. Nee. Dat is waar. Maar misschien dan nog net even wat meer bij. Want schrijven is tegenwoordig echt wel vrij schraal qua inkomsten. Dat geloof ik overal. Ook bij de krant? Ja, het is echt flink ingekort. En je moet het gewoon ontzettend leuk vinden. En schrijven vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ja... ik ga mijn tijd vol op GameKings. Ga je nu column schrijven voor GameKings? Nee, ik ga later... Mijn bedoeling is tot mijn 65, 67 werken... en dan een huisje in Griekenland en een boek schrijven. Ik weet niet waarover. Dat wil dat iedereen. Dat zou ik heel nice vinden, ja. Pumping Iron with J.J. Baldurak. Ja, precies, ja. Ja. 40 jaar of Pumping Iron, inderdaad. Ja. Ik schreef vroeger altijd heel veel nieuwtjes. Ik had de eigen website, Vitesse Insight. Dat weet je misschien ook nog wel. Ja. Maar toen werkte ik gewoon fulltime bij de Mediamarkt. Dus ik had elke dag mijn MacBook bij en dan zat ik in de kantine met mijn MacBook terwijl iedereen zijn broodjes zat te eten. Zat ik 3-4 nieuwsberichten te tikken. Deze game is fucking lijp. Ja, sick. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik heb het ook al een tijdje gedaan, dat ik af en toe ook weer opeens zoiets had. Fuck, ik ga gewoon nieuws maken op GameKings, de site, weet je wel. Maar dat is best pittig om elke dag maar weer nieuwtjes te tikken. Soms heb je daar gewoon geen tijd voor. Nee, en daar zit dan ook weer die net als bij een krant, het moet zoveel woorden zijn, want het past in een katern, of het moet zoveel woorden zijn voor SEO. En soms zijn nieuwtjes niet 300 woorden waard, weet je wel. En dan zit je, wat moet ik er nou in hemelsnaam uittypen? En ik denk ook wel, ik lees nog wel wat op websites of zo, maar over het algemeen is video toch wel... Oh nee, ik lees juist veel meer tegenwoordig. Ja, omdat... Ja, boeken wel, kijk, maar. Weet je wat het is met nieuws, als je dat leest? Want inderdaad, meeste nieuws wordt tegenwoordig gewoon ook op video verteld. Als je het leest, ik kan heel snel even een tekst scannen en... Oh, dit is belangrijk. Ja, en bij een filmpje weet ik... Oké, YouTube-algoritme zegt ze moeten 10 minuten lullen. Dus dan lullen ze die 10 minuten over volg, weet je wel. En bij tekst kan je er makkelijker doorheen scannen. Nee, dat is waar. Maar goed, wij knallen gewoon lekker door. Een hoop leuke dingen die we gaan doen de komende weken en maanden. En eigenlijk het eerste leuke wat we gaan doen is volgende maand al. We hebben namelijk een thematische maand. Deze maand is dat. Ja, het is deze maand. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar dit is eigenlijk de officiële kick-off namelijk van een maand waarin we over allerhande PC-gerelateerde content gaan lullen en streamen en games maken. Ik wilde het de Month of PC noemen, maar Jelle zegt nee. Nee, zij wilden het de maand van de PC. Ja, oké. Want de Month of PC klinkt al veel cooler dan de maand van de PC. Oké, nou ja, goed. De Month of PC, dat heeft MSI ook wel een beetje noem doorgevoerd. PC komt correct. Politically correct PC. Nou, PC Jelle kwam met PC-maart. De PC-maart is het gewoon. Het is gewoon de PC-maart. Ja. En dat betekent dat we de hele maand maart kun je elke week... PC-gerelateerde items krijgen. Dus dat betekent ook veel Steven, veel Koos. Daan zal er ook nog een keertje bij zitten. Wat gaan we doen? Ten eerste vandaag de aftrap, maar ook aanstaande maandag. Dus jongens, als je vragen hebt over PC's, iets, wat het ook zal zijn. Koos zit erbij maandag. Zal ik dus... je vertellen, de kans is best groot dat ik deze maand een gloednieuwe gaming PC ga bouwen.
Die kans, kijk eens. Die kans is kan je aanzienlijk. Want dat moet je nog kopen dus. Ja. Dat we twee voor de prijs van één deeltjes vinden. En dan kunnen we het splitten. Want ik heb ook iets nodig. Want ik was dus, je weet dat de mensen van MSI toekijken. Hè? Ja, die zeggen altijd van, hey, daarom, wil nee, jij... Wil dat je... is dus niet zo. Nou, ik wacht daar nog steeds op. Nee, jawel. Oh, nee, ik had al een appje gekregen van, hey, ik hoorde dat jij... Jawel! Ik vis al maanden naar iets lijfs. Ik hoorde dat je een nieuwe PC ging bouwen. Misschien moet je even kijken naar deze vette shit die MSI heeft. Ja, naar deze vette shit of naar deze vette shit met 50% korting. Dat is wel wat anders. Hebben we nog niet besproken, ik ga in overleg met die mensen. Anyway, wat gaan we doen? Ik wou dus zeggen, de kans is aanzienlijk dat ik het deze maand ga bouwen. Ja. Door bepaalde omstandigheden. Maar het is aanzienlijk dat ik dat deze maand ga bouwen. Dan lijkt me wel leuk om daar content van te maken. Daarom zeg ik ook al. Ik ga het even met MSI overleggen. Dus wie weet. Ik ga een nieuwe bouwen. Ja. Laten we een dealtje maken. Oké. Nou, anyway. Wat gaan we doen? Hij wil ook iets. Maar ik zeg dat al maanden. Maar ik krijg het niet. ik zit... Jawel, ze hebben wel een voorstel van een laptop gemaakt. Maar daar zijn we ergens een beetje blijven hangen. Van wat jij nu precies wilt. Anyway. Denk aan een titel over waarom PC op dit moment toch steeds meer en meer het platform wordt waar je als gamer wilt zitten. Denk aan PlayStation, Xbox games die opeens nu ook allemaal naar de PC komen. We gaan twee keer, en ik noem dat even een podcast, maar het is gewoon een premium item waar je kunt luisteren. Daar zit Steven en Koos bij. Daar gaan we gewoon lullen over alle dingen. Ja, de technische vooruitgang met de PC's. Van raytracing tot DLSS, dit en dat. Nou, die jongens die weten er alles van. HTTP. We gaan het hebben over legendarische PC-games. We gaan kijken naar de 5 beste RPG's op de PC. Wow, en, daar zit ik wel bij dan, toch? Precies. En we gaan ook een cool en serious uncool doen over PC-builds. Zeg maar alsjeblieft dat Steven daarbij zit. Bij die PC-builds? Nee, bij de seriously cool of uncool voor PC-builds. Nou ja, ik precies. Hij heeft een hele sterke mening daarover. Oké, nou, top. Ik denk dat ik ook even een social dan ga maken. En sowieso bij deze al de oproep. Stel nou, je hebt thuis een vette beeld. Vind jij dat? Stuur dat even naar redactie@gamekings.tv. Dan gaan we dat daarnaast ook nog even bij doen. Dus ik ga gewoon weer foto's van de meest maffe shit van het internet trekken. Maar jullie kunnen zelf ook. Dat wordt een aparte categorie. En dan kunnen Steven en Koos en Wieder, misschien Jelle ook, ook kijken naar jouw beeld. Of dat tof is. Joopma heeft al gelijk een goede insteek. Koos bouwt een game-oriented PC. En Jelle een productie-PC. Zo. Ja, dat is wel lijp. Nou ja, dat zullen we allemaal kunnen doen. Maar dit is dus een week die we in samenwerking doen met MSI. En wat heeft MSI nu gedaan? Samen met McGecko. Die heeft een soort van... Pancakes Boss of the PC! Ja, precies. Hij heeft een landingspagina gemaakt. Die staat er een maand lang met allerhande producten. Van desktops tot moederborden tot monitoren. Allemaal met korting of speciale prijzen. Vet. In de chat... En bij de tekst, bij de podcast en de video staat gewoon deze link. We gaan de komende maand gaan we de dingen uithalen om het nog eventjes te bekijken. Maar hier staat, je ziet het, staat van alles en nog wat op. Ook monitoren. Met deze heeft dan bijna €200 korting. Dit is een hele dikke monitor. De MEG 342C. Ja, luister, die monitoren, die OLED monitoren, die zijn zo lijp tegenwoordig. Kijk, daar hebben ze er ook eentje, 360 hertz. Ja, de link die komt af en toe om de 5 minuten komt die voorbij. Dus don't worry, en hij staat bij de videotext. Maar je ziet het hier ook, moederborden zitten er ook bij. De redactie mag hier nog even sticky zetten ook, dan hoef je er niet eens meer naar te zoeken. De RTX 4070, als je die wil kopen. Ja, nou, hier kijk, kastjes en gewoon natuurlijk ook gewoon de laptops. Ik wil 4080 super. Nee, ik wil die Titan. Ach, ja, die wil ik. Maar dat voor de helft van de prijs. Jezus, wat ja, ziek. Ik was laatst bij ROG op hun presentatie. En die zeiden van, dit is de flagship. En die was 3500. En ik zei van, maar MSI heeft een flagship van 6000. Hoe kan dat nou? Toen zei ze, wat hebben ze er dan in die laptop allemaal gestopt? Dus, maar inderdaad, veel meer terabyte. Dat is 128 gigabyte werkgeheugen, denk ik. De link staat ook gepind bovenaan de chat. Kijk je gewoon rustig op. De komende weken komen we hierop terug. We gaan veel PC-gerelateerde content maken. Kortom, ik zag iemand zeggen, PC Master Race is dus weer terug. Ja, ik miste dat ook, man. Ja, behalve dat natuurlijk ooit gelinkt was aan ROG. Ja, I know. Dus maar we noemen het nu iets anders. Ik zeg ook alleen PC Master Race, maar ik bedoel, dat vond ik zo'n vette show om te maken. Samen met Steven en Daan. Return of Hardware Woensdag zag ik net nog staan. We kunnen wel een keer een Hardware Woensdag itempje doen in deze maand dan. Ja, nee, exact. En ik denk dat heel veel mensen PC een warm hart toedragen. En wat ik zeg, steeds meer. Mensen ook. Steam Deck, hè? Bedoel, dat is feitelijk ook een PC. Mensen gaan steeds meer die PC kant op. En ik krijg vandaag PC hardware binnen ook. Die ik ga testen. Dus, Ook nog leuk, inderdaad. Goed.
Dit was vrolijk nieuws. Dit was leuk nieuws. Dit was ook mede mogelijk gemaakt door MSI, deze show. Natuurlijk, deze show was inderdaad mede mogelijk gemaakt bij MSI. Was het nog niet opgevallen door alle aanbiedingen waar we naarheen scrollen? Ik heb ook een nieuwe laptop hier. Hè. Dit is de Razer G68HX 1340 met speciaal voor mij een disco RGB aan deze kant. Ik geniet nice. Hier mateloos van. En ook onder de toetsenbord zitten ook allemaal lampjes. Ik vind het lijp. Dit is niet het snelste van het snelste, maar wel gewoon een hele goede, fijne gaming laptop waar we ook twee game streams op gaan doen. Waaronder die van Dragon Dogma 2 op 22 maart. Dus daar kijkt iedereen ongelooflijk veel naar uit en ik ook. Dus dat het wordt tof. Maar we gaan toch even naar wat minder nieuws. En, ja. Helaas Jelle, jij bent niet zo van het zakelijke, maar we komen er gewoon niet onderuit. Want ook deze week weer... Peep Show Live? Ja, veel ontslagen weer. En niet bij de minste partijen. PlayStation, 900 mensen. En EA gisteren, 670 mensen die er gewoon uitgebonjourd zijn. Ja, ook bij Guerrilla hoorde ik. Ja, 40 mensen bij Guerrilla van de 400. Dus dat is 10%. 10%, ja. Zo. Ik zag al een tweet voorbij komen van een meisje, een vrouw die daar werkte. En volgens mij kwam ze bij Bethesda vandaan. Volgens mij is zij buitenlands, als in Amerikaans. Dus dan had ik echt zoiets van, kut man, dan ben je helemaal naar Nederland verhuisd. Oh, dat gebeurt vaak genoeg hoor. Ja. En dan ben je gewoon je baan kwijt. Iemand die we kennen ook bij ons, vanuit ons kringetje zeg maar, die in de gamesindustrie werkt. Ik zal geen namen noemen, maar die had ook allemaal mensen aangenomen van buitenaf. Ook ja. Weet je wel, expats om hier in Nederland te werken. En een maand later reorganisatie. En de mensen hele hebben en houden opgegeven. En ja, oké. Okay. Moeilijk gesprek is dat dan. Nee, ik zag ook een tweet van een gast. Of iemand die zei van, ik ken iemand die, dat is altijd een beetje vaag. Maar die werkte bij een bedrijf wat hem een half jaar geleden had ontslagen. Al bij de eerste golf. Die is toen naar Respawn gegaan. En die is dus daar nu weer ontslagen. Ja. Ik bedoel, ja, het is vrij heftig. Ik heb hier een item over gemaakt over of dit nu... Want mensen hebben het een beetje over de videogame crash. Zit er nu vergelijking tussen de videogame crash van 1983 en deze? Nee, dat is iets heel anders. Exact, daar komt het item ook wel een beetje op neer. De piepshow komt gewoon dinsdag weer. Dan is Boris weer en die is de pistes aan het straffen. Mits er sneeuw ligt. Maar dit had ook gevolgen voor bepaalde titels. Want bijvoorbeeld bij Respawn is gestopt met de Mandalorian shooter. Ja, zonde man. Die game was natuurlijk aangekondigd onlangs. Je speelde niet met Din Djarin, je speelde met een nieuwe Mandalorian. Ja, dat had ik in mijn hoofd natuurlijk helemaal lekker zelf customizen en dit en dat. Eigen armor, eigen kleurtjes. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat je zelf aan het sparen bent voor je Beskar armor en die zelf mag gaan in elkaar mag gaan zetten. Ja, dat was heel vet geweest. Er zijn wat meer details vrijgekomen daarover. Maar EA heeft gekozen, we gaan terugschalen. We hebben een heleboel projecten hebben we gecanceld. We gaan ons richten op meer established IP. Waaronder de Star Wars Jedi serie natuurlijk. Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. Er komt een derde. Die serie heeft zich al bewezen, dus die gaan ze ook blijven maken. Respawn natuurlijk bij zijn eigen IP ook nog. Waren ook wel heel veel, ja. Ja, zeker. Mandalorian. Je zou zeggen dat ook een established IP is. Er komt natuurlijk een film aan. Het is Star Wars ten eerste. Er komt een film aan. Er komt natuurlijk seizoen 4 komt er nog aan. Ik vind het wel heel erg jammer. Ik vind het echt heel erg spijtig. Nou, ik denk vooral, als je het hebt over dingetjes die zekerheidjes zijn. En ja, zekerheidjes bestaan niet in het leven, maar redelijke zekerheid. Dan zou een Mandalorian game van Respawn, een shooter... Dat zou heel erg op zijn plek zijn. Ja. Dat zeker, ja. Ja. Omdat er rest veel action-adventure zal zijn, inderdaad. Ja. Nou is dat wel grappig, want we hebben natuurlijk een gigantisch lek gehad al een tijd geleden bij Insomniac, waarin allerlei dingen naar buiten kwamen. En daar kwam ook naar buiten dat de licentie voor Spider-Man ruim 107 miljoen dollar had gekocht. Hè? En de game zelf heeft in totaal 300 miljoen dollar gekocht. Dat is ook wat EA zegt. Van we willen eigenlijk zoveel mogelijk nu onze eigen IP's doen. Dat heeft alles te maken met die licentiekosten. Ze hebben ook FIFA-licentie gedacht van gezegd. Ja. Hè? Dat is niet van niks. Aan de andere kant, ze gaan nog wel een Black Panther game maken. Ze zijn nog wel bezig met die Iron Man game. En Respawn gaat toch ook nog een andere Star Wars game blijkbaar maken? Star Wars Jedi hebben ze. En ze waren met drie in totaal bezig, inderdaad. Ik weet even niet meer wat die andere is. Ja.
Ja. Überhaupt Star Wars of Respawn? Star Wars Jedi, Mandalorian en Jesus, nog een Star Wars. Ja, is ook wel die fucking idioot. Ze willen ook nog gewoon lekker hun eigen games maken. Is de reden RTS, bekend waarom? Was Respawn met die RTS bezig? Ja, dat is raar toch, als Respawn een RTS gaat maken. Het zou kunnen. Ze hebben ook een die action adventure gemaakt, Jedi Fallen Order. Dat was voor toen ook vrij bijzonder. Dat is wel een actiegame. Ja. Er zijn wat mensen die vragen van, ja, maar waar ligt het dan wel aan dat al die mensen ontslagen worden? Nou, ik kan het heel simpel uitleggen. Feitelijk, wat er in de gamesindustrie gebeurt is, games worden gemaakt tegen een bepaald budget. En games worden steeds duurder. Worden steeds groter, duurder. En dat vingen ze dan altijd op met dat er steeds meer mensen gingen gamen. Dus er waren steeds nieuwe gamers die ervoor zorgden dat er meer werd verkocht, waardoor er toch profit werd gemaakt. Nou, dat die cliff, nou, die is nu bereikt. Van blijkbaar zijn er gewoon niet meer nieuwe gamers die ook nog eens keer wel veel gamen, maar ook goedkopere games bijvoorbeeld kopen. Waardoor de games die steeds duurder worden, want ik noem ze even op, The Last of Us, 220 miljoen. Horizon Forbidden West, 212 miljoen. God of War, 200 miljoen. Marvel Spider-Man 2, 300 miljoen. Wow. Ze verdienen het niet meer terug. Nou, de game heeft wel winst gemaakt, maar ja, het is natuurlijk een gigantisch groot risico. En het is niet duurzaam, ten eerste. Maar dit heeft ook wel een beetje met Boris' paradepaardje natuurlijk te maken. Geld. Weet je, deze games zijn allemaal in tijden gemaakt waarbij geld gratis was. Negatieve rentes en dergelijke. Ja, dan is het makkelijk lenen, het is makkelijk afbetalen en het is makkelijk opschalen. Ja, die tijden zijn voorbij. Ja. En daar betalen ze nu de rekening voor. Want ik vind het wel heel pijnlijk, want om aan te geven hoe het niet duurzaam is en niet houdbaar is. Ik bedoel, Marvel Spider-Man 2 heeft records gebroken. Ja. Records gebroken. Best verkopende PlayStation titel. Ik weet niet of het überhaupt exclusief was voor PlayStation 5 of überhaupt PlayStation. Ja. Maar een record gebroken. En toch moeten mensen opzaten. Ja. Weet je, dat is, nou ja, dat is het totaalplaatje. Want wat ik zeg, van de inkomsten van hun first party is maar 15, max 20% van het totaal. Ze zijn overal geld aan het lekken en er komt niet genoeg binnen. Dat is eigenlijk en heel de studio's simpel. Zijn natuurlijk heel lang gegroeid. Zeker, ook in COVID, ja. Hè, toen moest iedereen wilde even gamen. Ja. Oké, snel opschalen, zodat we, weet ik veel hoe ze dat dachten, maar sneller een game eruit kunnen poepen. En na COVID zijn weer mensen naar buiten gegaan, een boom met bouwen. Nee. En dan zit je met personeel te veel. Nee, nou ja, en investeerders zijn op dit moment niet bepaald happig om in games te investeren. Gewoon, het duurt 6 jaar voordat zo'n game af is. Ook zo. Dan kan het niet meer hip zijn. Er is geen grote risico. Het risico is groter, weet je. Wanneer het duurder is om geld te lenen, ja, dan moet het nog meer opleveren om een winst te maken. Of je maakt dus een leuk, klein, intiem indie gamepje. Maar dat komt misschien nog. Maar laten we alsjeblieft hopen dat er een realisatie in de gaming-industrie zich weet te establishen. Dat hoeft niet 300 miljoen te kosten, weet je wel. Nee. Marvel Spider-Man die is over budget gegaan, maar pak even die andere titels. Het hoeft niet zo duur te zijn. We gaan er maandag een item over opnemen waarin wij gaan verzinnen wat je met AAA games dan moet. Moeten ze korter worden? Moeten ze duurder worden? Moet het misschien episodic worden uitgebracht? Er zijn allerlei modellen die er begin maar eens een keer met de prijs van videogames te verhogen. Oeh, nou, dat is dus de vraag of dat gaat werken. Videogames zijn nog nooit zo goedkoop geweest. Nee, oké. Maar dat is een probleem. Ja, nee. Dat is een serieus probleem. Ze zijn relatief nog nooit zo gezien. Relatief gezien, ja. Maar je ziet wel dat de games die op dit moment heel goed scoren, die zijn 20 en 40 euro. Ja. Dus laat ik het zo zeggen. De eerste reactie van zaken van bedrijven is altijd mensen ontslaan. Al het vet van de botten eraf halen. En vervolgens moeten ze echt een oplossing gaan vinden. En die komt er nog aan. Ik zag ook AI voorbij komen. AI, het is heel lullig voor al die mensen die er werken. Maar AI gaat door die spreadsheet maffia op een gegeven moment van, oké, maar wacht, ik betaal nu 4 mensen, maar AI kan ook die dialogen voor me schrijven of de level design doen. Oké, prima. Hoppakee, doen we AI nou, erin. Risa, dit zuig je uit je duim. Dat heb ik totaal niet gezegd. Want ik heb altijd gezegd, een goede game betaal ik zelfs met alle liefde 100 euro voor. Misschien zelfs meer. Sommige games voor 80 euro. Volgens mij ging dat over The Last of Us 1 of 2 remastered. Precies, dan heb ik er zeker een probleem mee. Dus Risa, nogal selectief ben je daarin. Mm-hmm. Of jij heeft je gewoon niet goed dat zou ook kunnen. Maar ik bedoel, inderdaad, relatief gezien. Kijk, vroeger was een game, dat heeft jij zeker meegemaakt. 220 gulden waren sommige games wel. Ja, nee, is ook zo. Super Nintendo games, gerust 160 tot 200 gulden. Ja, wat grappig was, is dus toen ook een soort van dat een hele duidelijke rekensom was. Van oké, dit heeft zoveel gekost, het is zoveel waard. Dit is een dure game. Sommige games waren ook maar 40 gulden. Ja, zeker. Toen was er nog veel meer verschil. Nu is het allemaal soort van alles is 60 tot 80 euro. Maar ik bedoel die 220 euro, dat is nog niet eens die 80 euro. Dan is die 80 euro al goedkoper. Maar besef dan ook nog eens dat
toen de tijd die 220 gulden, of 200 gulden, wat je zelf ook wil aanhalen. Die 200 gulden was een veel groter percentage van je inkomen dan de 80 euro nu. Nee, ja. dat is waar. Maar de doelgroep die games speelde in die tijd was veel kleiner. Dat was een hardcore groep die dat ervoor over hebt. Die groep is er nog steeds. Die is ook zeker gegroeid. Maar je ziet nu dat de groei van gamers, zeg maar de groep mensen die games koopt, is gestagneerd. Dus er komen niet nieuwe mensen bij. Met name ook omdat... Is dat zo? Ja, dat begint nu te komen. Nu even. Dat gaat ook weer in waves waarschijnlijk. Maar dat is nu dan even. Het blijft wel groeien. Maar wat we natuurlijk hebben gezien door COVID. Boom. Enorme spike. Iedereen moest thuis blijven zitten. Iedereen wilde gamen. Dat is heel wat anders. Toen groeide in één keer keihard. Ja, en nu. Het leven gaat gewoon weer door. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment. Sommige mensen vonden het leuk. Is zelf een periode geweest. Maar nu kunnen ze gewoon weer naar de kroeg. Of de discotheek. Of whatever the fuck. Nou ja, dan doen ze het niet meer. Wat denk je van een hele jonge generatie. Die gewend is om gewoon Fortnite te spelen. Voor in principe niks. Weet je wel. En dan gewoon wat. Dus er zijn allerlei dingen aan de hand in de industrie waar ze hun oude businessmodel niet meer op kunnen baseren. Ze moeten veranderen. En de vraag is, hoe doe je dat? Nou, de perceptie van kwaliteit en waarde van een game wordt ook natuurlijk aan gruzelementen gegooid wanneer je subscription services hebt, zoals Xbox Game Pass, PlayStation ook Plus, whatever the fuck tier. En weet je, mensen hebben zoiets van, nou ja, voor tientje kan ik meer dan 100 verschillende games spelen. Waarom de fuck zou ik ooit nog 80 euro voor een game betalen? Ja, snap ik. snap ik, maar het is niet gezond voor de industrie. Nee, absoluut. En een van de weinige partijen die op dit moment gewoon overeind blijft, is Nintendo. Dat is zowel qua personeel, nu weet ik wel, en dat hebben meerdere mensen ook mij verteld, van in Japan is het wel heel moeilijk om massa-ontslagen te doen, maar het kan wel. Maar Nintendo heeft bijvoorbeeld veel minder personeel dan een EA. Weet je wel, ik wil niet zeggen de helft, maar 7000 om 13.000 volgens mij, dat is bijna de helft. Vind ik nog steeds weinig. Hun games zijn nooit meer dan 100 miljoen, nooit. Dus ze zijn heel conservatief, heel zuinig, heel sec. Ze veranderen niet veel, weet je wel. Ze willen ook niet vooraan lopen met de tech race. En dat is blijkbaar toch een basis waarin je het langer kunt volhouden dan het nieuwste van het nieuwste en het snelste van het snelste en deze hype en deze hype achterna te lopen. De kosten lopen gewoon vreselijk uit de hand. Gaming gaat niet weg. Laten we dat zeggen. Dat gaat absoluut niet weg. Er worden ook niet minder games gespeeld. De revenue, de omzet in totaal is ook gegroeid. 7,8% naar $280 miljard per jaar. Dat is wel echt wat anders dan in de videogame crash. Waar het echt van, wat was het? $3.2 miljard naar 100 miljoen in 2 jaar tijd ging de omzet. Dat is het niet. Het is gewoon, mensen kunnen games op allerlei manieren ervaren. Er komt straks de cloud er ook nog eens een keer bij. Waarom heb je dan een console nodig? Free-to-play, subscriptions. Er is niet meer één mogelijkheid. En iedereen zit hier gewoon een beetje mee te kutviolen. En wat Pixelpoepert in de Twitch-chat ook zegt, of zei, alles wordt duurder. Het leven, niet alleen gaming, alles is een stuk duurder. Kerel, dus dat breek me de bek niet op boven mijn pool chicken, man. Daarom. Ja, 2 keer zo duur, je pool chicken. Jesus Christ. Nee, maar daarom. Dus ook dat speelt mee. Ja. En dan vind ik het ergens wel, en dat heb ik ook een keer iemand vrij terecht in de comments zien zetten. Ja, maar het is wel heel leuk. En jij zei net, we gaan er volgende week een item maken over hoe we dan PC-games, hoe wij de markt dan zouden redden zelf gezien. Maar dat we zelf ook in een moeilijk schuitje zitten. Nee, tuurlijk, maar de media heeft het ook voor. Dit is ook jouw eerste freelance dag is in principe. Terwijl dus. Dit is nog geen freelance dag. Ik heb deze dag heb ik ingereld voor woensdag. Woensdag moest ik eigenlijk werken. Ja, wij zijn 50% van ons personeel kwijt, inderdaad. Dan kunnen wij een soort van heel cool lopen gaan fantaseren. Hoe we de gamesindustrie gaan redden. 50% van het personeel. Dat betekent dat er één iemand is vertrokken. Nee, maar als je kijkt naar hoe dat, weet ik veel, 10 jaar geleden was, toen waren er weer nog meer mensen. Dus ik vond dat ergens wel een heel terecht punt van iemand in de dingen van, ja, jullie zijn altijd aan het filosoferen over de gamesindustrie, maar moeten jullie niet een keer over jullie zelf gaan filosoferen? Nee, absoluut. Achter de schermen doen we dat natuurlijk ook. Maar, dat is exact. Van ontslaan, dat is dat, ik noem dat altijd een pleister, dan ben je eventjes, heb je een oplossing, maar de lange termijn oplossing is gewoon een herijking. Gaan kijken van, oké, waar zijn we wel goed? Hoe kunnen we dingen anders doen? Ja, maar jij zegt inderdaad net ontslag, vlees van de botten. Ja, dat is dus hier moest dat ook helaas gebeuren. Ja, weet absoluut. Je dat? Ja. Het communicerende vaten in de media is het op dit maar moment. Maar kijk, wat gebeurt in de gamesindustrie, dat heeft direct ook impact op ons. Tuurlijk. Weet je, als een MSI
bij wijze van 20% moet snijden in een personeelsbestand en in een promotiebudget. Ja, dat raakt ons ook. Tuurlijk. Zeker. Dat is ook heel logisch. Maar ja. Het is niet eens indirect, dat is gewoon direct. Ja. Nee, nou ja, één ding wat gelukkig dan nog helpt is dat reclame maken altijd nodig blijft. Ook al heb je minder mensen. Je moet toch die games aan de man brengen. Overigens, in Nederland helaas, die treft dit ook. We hebben natuurlijk net gehad over guerrilla. 40 mensen naar verluid eruit, dat is 10%. Maar ik zag ook deze tweet van iemand die al regelmatig, of in ieder geval één keer, maar misschien ook al twee keer bij ons geweest. Dat is Koen Deetman van, en ik kan het nooit uitspreken. Is het nou Keoken. Interactive van... Keoken! Precies. Wat was dat ook weer? To Mars. Deliver us the moon. Ja, die hebben er dus helaas ook 4 mensen uit moeten zetten. Hij legt het ook uit. Hij heeft eerst als baas samen met zijn andere baas geprobeerd door eigenlijk gratis baas te zijn. Waar is Blammo's social post dan? Wat betreft mij? Layoff van 50%. Die moet Boris ook nog een bericht. Ja. Godverdomme. Dus ook zij treft en hebben het dus over indie studio's. Want het is ook weer niet zo makkelijk. Iedereen zegt nu van, oké, maar indie games zijn de redding. Weet je wel, die gaan het nu helemaal overnemen. Nee, die hebben ook te maken met exact dezelfde problemen. Dat ook hun games steeds duurder worden. En de kans om goed te verkopen is... Het is Russische roulette. Het kan, maar het kan veel, veel meer nog niet gebeuren. En dan heb jij dus ook het probleem. Want deze jongens hebben echt 2 hele toffe, internationaal gewaardeerde games gemaakt. Zeker. En toch zullen ook zij mensen eruit moeten knikkeren. En dan staat er altijd in, jongens, als je deze mensen nog nodig hebt, super getalenteerd, dan kun je ze bij mij vinden. Dat is lief, dat doet iedereen. Let wel, op dit moment las ik dus dat als jij nu game development studeert, heb je nog maar 12% kans op een baan, omdat je moet concurreren met al 2 jaar 9000 gekwalificeerde, ervaren developers. Dat niet alleen. Je moet ook concurreren met AI. Ook nog een keer, ja. Dus denk er absoluut over na. Ik wil je niet nu je passie door de neus boren. Ja, hangen dit weekend 15 studenten in de kast. Ah, ja, maar heel eerlijk is wel. Er is heel lang een push geweest. Tot volgens mij nog vrij recent. Van ja, ga coden, leer programmeren. Ga de IT in. Ja, we hadden zoveel scholen hier. Al die shit wordt geautomatiseerd en vervangen door AI. Weet je wel. Ja. Sommige dingen zijn zeker nog wel van IT-banen. Maar ik bedoel, het staat niet meer in verhouding met de push. Nee. Nee. De toekomstperspectief, laat ik het zo zeggen. Nee, en wat ik zeg van... Thijs zegt het ook, er zijn veel universiteiten die geen game design studenten meer aannemen. Het was een tijd lang echt hip. Dat was 5-6 jaar geleden of zo. Toen overal waren de game development scholen. Ik hoorde ook van die mensen die bij Guerrilla werkten. Ja, eigenlijk leiden ze op tot niet heel veel. Want ja, ze kunnen hele kunstige dingen maken, maar een game bouwen kunnen ze niet. Stom, hè? Ja. Het is niet specifiek, het was niet technisch genoeg. Volgens mij deed alleen NH in Breda dat. Dat ze heel technisch gewoon dingen deden. Ja. En voor de rest was het inderdaad allemaal een soort van kunstacademie shit. Ja, die kunnen ook heel moeilijk aan bij een heel groot bedrijf mee rennen. Die moeten gewoon eigen games gaan maken natuurlijk. En ik denk nog steeds dat als jij games wil maken, dan zou ik je adviseren, ga gewoon lekker met een paar vrienden die dat ook willen. In je vrije tijd. Tegenwoordig heb je die Unity of dat soort dingen. Dat kun je ook jezelf aanleren met video's en dat soort dingen. Ga gewoon thuis werken. De meest briljante developers zijn vaak nog housemate. Fuck die shit. Gewoon over 10 jaar zeg je tegen AI, game. In plaats van dat je 10 jaar gaat zitten zwoegen en leren en moet je alleen wel heel goed leren zeggen hoe je het zegt. Ja, je moet leren prompten. Ja. Leer prompten. Dat is denk ik de meest fucking voor de hand liggende taak. Autodidact heet dat inderdaad. Dat je het zelf leert. Dat is met journalisten ook zo. Van, ik vind dat altijd heel raar. Een school voor journalistiek van schrijven kun je. Dat zit in je. Je kunt echt nog wel een beetje leren van met grammatica en dat soort dingen. Maar leren schrijven. Tuurlijk. Maar leren vormgeven. Dat kan niet. Nee. En je moet er eerst een gevoel voor hebben inderdaad, maar in principe kan je dat niet echt leren. Je kan het wel leren. Je kan zeg maar bepaalde basisprincipes, zeg maar een shot, een compositie maken. Dat kan je leren. Ja. Ik bedoel, je hebt op het begin geen idee, dus je doet maar wat. Meestal zet je dan iemand in het midden van het beeld of iets dergelijks. Ja, precies. Maar wanneer jij op school hebt gezeten, dan hier moet je rekening mee houden, hiermee moet je rekening mee houden. Ja, en dat soort dingen kun je ook wel... Je kan een bokeh-effect kan je eraan toevoegen. Kijk, en dan kom je al snel tot een plaatje wat goed is of acceptabel. En dat heb je geleerd. Ja, maar dat kan je op school inderdaad doen. Je kan het ook overal en ergens op internet vinden. Zeker. Het voordeel alleen van een opleiding is dat je dan
gericht een curriculum volgt. Ja. Je hoeft dat niet zelf te gaan doen. Want als je dingen alleen maar zelf moet doen, dan ga je gewoon op de bank zitten gamen. Maar als je naar school moet, ga je naar school. Nou ja, en je school is je niet... houten stok. Die dat is het. Ja, dat is klopt de stok zo. Achter de deur. Je gaat niet op school niet meer leren dan dat je, in heel veel beroepen, in sommige beroepen ja. zeker wel hoor, maar in media ga je op school niet meer leren dan wanneer je zelf research doet, zelf heel veel oefening. Alleen, de stok achter de deur is die school. Maar en is het niet zo dat de meest getalenteerde mensen die hebben zoveel ambitie, die doen dat, die gaan het zichzelf leren. Of via school, dat maakt niet uit. Je kan er proberen naar te gaan researchen, maar ja. Er zijn heel getalenteerde mensen die school volgen en succesvol worden. Er zijn hele getalenteerde mensen die school volgen en niet succesvol worden. Er zijn hele autodidacte getalenteerde mensen die het maken. Er zijn hele autodidact geleerde mensen die het niet maken. Dat maakt geen ruk uit. Ik denk dat het volledig aan jezelf ligt. Ik denk als jij uit een bepaald hout gesneden bent, dan zorg je dat je er komt. En of dat via school is, of dat via de bibliotheek is, of dat via het zijn er mensen die dan, omdat ze bijvoorbeeld wel heel getalenteerd zijn in iets, maar het niet kunnen verkopen, het niet halen. Ja. En andersom, er zijn heel veel mensen die zich soort van de wereld inpijpen zonder dat ze maar iets kunnen. Ook die zijn er. Ja. Dus dat kan je goed pijpen. Nou, iemand zei wel, dat is wel terecht. Ik ben heel benieuwd. En nu is er nog een soort van leerplicht tot 18 jaar volgens mij. En daarna dan ga je naar de universiteit. En eigenlijk werd je altijd geleerd door haal een diploma. Je hebt een diploma later nodig. Nee, je hebt skills nodig. Ik heb mijn diploma nog nooit ergens hoeven laten zien. En hij zei ook van mijn werkgever, die vraagt helemaal niet naar diploma. Die zegt gewoon, kun je designen of kun je niet designen? En precies. Kan je me dat laten zien? En dan laat je niet je diploma zien. Maar dan ga je gewoon laat je werk zien. Alleen, dat zijn denk ik voor heel veel mensen, is het heel moeilijk om een soort van intrinsiek zelf, vijf jaar lang te gaan studeren en ontwerpen zonder dat het iets oplevert. Ja. Om dan aan het eind te kunnen zeggen, ik heb nu een mooi portfolio en nu ga ik solliciteren maar voor werk. Het zou op een gegeven moment, ik ben benieuwd of dat in de toekomst, dat nu je met YouTube en dat soort dingen zoveel ook zelf, je kan autodidact zijn, hè, de materiaal is overal, dat dan op een gegeven moment ook geaccepteerd wordt. Dat het niet meer is, wat ik vaak nog bij sollicitatie, je moet diploma dit, diploma dat hebben, maar feitelijk dat je zegt vragen om een proeven van bekwaamheid of zo. Van, je krijgt gewoon een week om te werken. Ik vind dat veel logischer. Ik zie het ook steeds meer om me heen en ook uit eigen ervaring kan ik zeggen, school was vooral heel erg leuk. Ik heb echt een fantastische school gehad. Zeker. En school is absoluut een ervaring die je kan vormen. Je op bepaalde plekken brengt en in aanraking brengt met bepaalde mensen en ideeën en concepten en theorieën waar je zelf misschien niet mee in aanraking zou zijn gekomen. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, kijk ik naar mijn werk, en dan heb ik het niet zozeer over GameKings, maar over wat ik hiervoor heb gedaan bijvoorbeeld. Kijk naar mijn werk. Had ik niet voor naar school hoeven te gaan. Nou ja, sterker nog, alles wat je leert op school is al hopeloos verouderd. Nou, wanneer je in dat de fucking, je leert op school ongeveer hoe het niet moet. Maar nog steeds is dat wel wat JD zou ik zeggen. Een diploma laat zien dat je 4 à 5 jaar hebt committed aan iets. En dat is wel een belangrijk iets. Dat is denk ik wat het enige belang is van je papiertje. Of je hebt letterlijk niks anders te doen. Weet je wel? Dat kan ook. Ja. Dus, dat kan je op 2 manieren uitleggen. Hoe ik het uiteindelijk nog wel heb gezien is, inhoudelijk weinig tot niks aan naar school gaan. Het is ook nog eens pleuris duur. Mm-hmm. Maar het was wel voor, als jij geen werkervaring hebt. Kijk, heel veel mensen beginnen niet grassroots zelf iets en die bouwen iets op en gaan dan bijvoorbeeld voor een andere werkgever aan het werk. Als jij van niks hebt gedaan, je hebt alleen nog maar je hele leven op school gezeten, dan geef een diploma je wel een voet tussen de deur. Ja. Maar als je zelf wat dingen hebt gedaan in je leven, precies. Dat hele fucking papiertje heb je niet nodig. Nee, het gaat om ervaring laten zien. Maar, je school laat ergens een beetje zien dat je een curriculum aan ervaring hebt. Maar inderdaad, meestal is dat verouderd. Maar in ieder geval, een soort van het denkniveau van deze persoon ligt dus ergens daar. Dus een certificaat voor je denkniveau, zegt iemand ook netjes. Maar dat is een goede omschrijving. Alleen als je jezelf nog niet hebt bewezen. Precies, dat certificaat heb je niet nodig wanneer je al een soort van toonbare ervaring hebt. En dus het kan precies alle twee. Je hebt zeker niet overal een papiertje nodig. Maar wel, dan moet je iets laten zien. We gaan het meemaken. Nou, Neil Druckmann, daar gaan we het over hebben. Dit is goed nieuws voor Boris. Ik ga hem dinsdag voorhouden. Neil Druckmann heeft gezegd, ik heb waarschijnlijk niet nog een grote game in me. Hij zegt, ik heb de kracht niet meer voor. Nee, dat zegt hij niet. Jawel, dat zegt hij wel. Hij zegt dat hij nog maar een paar grote games in zich heeft. Dat is anders. De koppen zijn een beetje verschillend. Dus de ene zegt van, hij is nu dus nog bezig met de laatste versie. Dan maar eventjes op. Hij heeft geen enkele grote game. Hij heeft het te druk, man. Heb jij het zelf gekeken?
Heb je hem het gehoor gezegd? Nee, ik heb het niet gezegd. Dat moet ik toegeven. Wat heeft die man fake nieuws? Wat heeft de man gezegd? Ik ga hem nog even opzoeken. Ik wil het uit zijn mond horen wat hij heeft gezegd. Ik wil direct de quotes. Ja. Maar kijk, ik heb er wel een YouTube-video bij. Even kijken. Och jezus, dat is... Oh, de anderhalf uur. Wil je anderhalf uur gaan zitten? Ja, zet maar op. Nee, ja. Dus als het goed is, hebben ze het heel netjes gelabeld. Hier zegt hij dit. Welke is... Is dit Neil Druckmann? Dit is Neil Druckmann, nee. Ja. Oh, wel. Hij is aan de kapper geweest. Moving, ja. Falling in love. Design to per career. Meeting. One game. Ja, waar ga je het vinden, jongens? Only one game. Nou, als je naar beneden wat meer drukt, dan staat het lijstje daar. Ik heb wel met hem te doen. Ik bedoel, het is een game director. Het is een bijzonder getalenteerde game director. Kijk. Maar als je ziet hoeveel scheid hij na zich toegeworpen krijgt. Zeker. En nog steeds, iedere fucking dag. Wauw. Dan denk ik ook dat ik zoiets heb van... Hey, ik heb genoeg verdiend de afgelopen jaren. Ik kan prima nog andere projecten doen waar ik iets minder op de voorgrond sta. Hier word je helemaal moe van, toch? Nee, ik maak het ook een beetje een grapje. Waar het een beetje op neerkomt, wat je merkt bij hem... is inderdaad die druk van deliveren... van ook het managen van zo'n enorm proces. Dat kan zeker. Hij is best wel een eigenwijs baas. Hij is ook geclashed met andere medewerkers. Dat kun je allemaal gewoon wel nalezen de laatste jaren. Dat heeft ze tol geëist. En hij weet niet of hij dat nog leuk vindt om nog een keer te doen. Kijk, hij is nu ook al, denk ik, een man in bonus. Dus daar hoeft hij niet meer voor te doen. En hij wil misschien gewoon wat kleinere dingen doen. Nou, dat als je natuurlijk in principe creatief dingen wil doen. Maar je bent ook niet alleen de creative director. Maar gewoon de bestuurder van het hele bedrijf. Ja, dat is iets waar je helemaal niet op zit te wachten dan natuurlijk. Nee, dat is ook zo. Nou, ja, precies. Ik ben gaan nadenken over hoeveel van deze spellen ik nog heb. En het zijn er niet veel. Nee, en dat is ook nog een ding. Hè? Grote games, die duren 5%. Dat zijn er niet veel. Laten we zeggen dat er 2 zijn, niet veel. Ja. Aan 5 jaar. Dus dat betekent dat hij nog steeds 10 jaar dit aan het doen is. Nee, dat is waar. En dan is hij misschien helemaal grijs, maar fuck en it. En maak godverdomme de Last of Us 3 dan, als hij toch komt. Ja, daar is hij mee bezig. Hij heeft zichzelf bewezen. Ik ben heel benieuwd wat er nog meer uit zijn pen vloeit. Dus let's fucking go. Ik wacht al jaren tot Kojima dat zegt, maar dat doet hij maar niet. Die blijft er maar gewoon. Dat soort games eruit gaan kakken. Ik hoop dat hij niet de Last of Us... Ja, maar Miyazaki en wat dan ook niet. Die blijven gewoon doorgaan totdat ze dood neervallen. Zo nee, ja goed. Wij hebben natuurlijk nooit aan die kant gestaan van wat het is om zo'n project te leiden. En ook de kop van Jut te zijn. Want hij is natuurlijk iemand, hè, kijk maar hoe Boris. En zo zijn er natuurlijk meerdere mensen over iemand. Maar ik bedoel, op een gegeven moment is het gewoon bash om een bash. De man heeft een fantastische game neergezet. Die vrijwel universeel bejubeld worden met toch diepgaande fucking thema's. Ja, ja. Als je niet eens bent met het thema, dat kan. Maar dat is artistieke vrijheid natuurlijk. Ik vind dat hij het uitstekend heeft gedaan. Ik ook. Goed, ik ga de redactie weer even wakker maken. Want je ziet het al een beetje af en toe in de chat voorbij komen. Daar hebben we dus inderdaad wat commerciële boodschappen. Tijd voor een bulletin. Het is tijd voor een bulletin en wel een bulletin van de Elder Scrolls Online. Jawel. Ja, daar zijn we inderdaad. Ik moet even wat intikken, dames en heren. Elder Scrolls Online, inderdaad. Die bestaan 10 jaar. Ik dacht dat dat langer was, maar ik ze bestaan 10 jaar. We volgen dat die game echt al sinds het begin. En ik weet nog dat ik daar items met Steven opnam. Dat ik achter de camera stond en dat we het erover hadden. De eerste nieuwe expansion, weet je, dat soort nieuwtjes. Maar ik dacht ook al dat dat langer geleden was. Ja. Ik zag op Game Pass inderdaad dat 24 miljoen mensen dat af en aan spelen. Of in ieder geval een keer ingelogd hebben daar. Dus het is nog steeds vrij populair. En omdat 10 jaar feestje te vieren, komt er dus een officieel feest in Amsterdam in de Sugar Factory. In halfweg inderdaad. Wanneer? Volgens mij heb je Sugar Factory zelf weer bedacht. Heb ik dat weer zelf bedacht? Ja, het heet volgens mij Sugar City. Want Sugar Factory was vroeger een club in Amsterdam, volgens mij. Oké. Het is Sugar Factory. Het is inderdaad Sugar Factory, inderdaad. Het zijn niet... De prijzen zijn wel aardig, hoor. Nee, wacht even, Koos. Dat kan, dat kan. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Dat is wel gesponsord bij het hem, dat vind ik op zich... Holy shit! Ik hype het op. Leg mij maar uit waarom het zo duur is. Precies. Het is sowieso voor 2 dagen. Oh ja, ik weet het. Er zit eten en drinken bij, dat is een goede uitleg, toch? Onbeperkt, hè? Dat moest ik er even bij zeggen. Onbeperkt eten. Het is de
fucking... Heel gevaarlijk bij nerds, man. Ja, nee, precies. Het is gewoon die wereldkeuken die je soms wel ergens hebt op zo'n terrein waar je gewoon onbeperkt gewoon kunt eten. Verder rest krijg je er ook nog wat goodies bij, al dat soort zaken. En wat Pixel Poepert ook zegt, hè, je kan nu een soort van naar een artiest gaan en echt 9 tientjes de neus kwijt zijn om 2 uur naar iemand te kijken en nog los bier halen. Dus dan ben je zo ditzelfde kwijt voor een uur of 2, 3 van een artiest die het wel of niet goed doet. Of je hebt iets waar je al 10 jaar fan van bent. Kan je 2 dagen lang daar dat celebraten en eten en drinken included. Eigenlijk is het best goedkoop. Nee, dat is het zo. En wat zegt de makers van die game, die zijn aanwezig. Er zijn paneldiscussies waar je aan kunt meedoen. Ik ga hier even voorlezen, want er is echt een shitload aan dingen te doen. Er is een trivia quiz. Er is live muziek. Er is een ledenbewerking workshop, kalligrafie workshop, alchemie workshop, bijlwerpen. Dat lijkt mij gewoon het einde. Bijlwerpen. Om dat te doen. En er is dus een cosplay wedstrijd. Dat is wel leuk. Als jij wil meedoen aan de cosplay wedstrijd, en wie weet ken je wel mensen die dat willen doen, dan kun je dus aanmelden. Dat kun je gewoon op de site doen van elderscrollsonline.com. En daar staat het eigenlijk ook op, hoe je daaraan mee kunt doen. En dan krijg je weer gratis toegang tot het geheel. Dat vind ik ook wel chic. Mensen die dus echt daar komen, helemaal in vol ornaat. Dan mag je weer gratis naar binnen om dat te spelen. Dat vind ik heel tof voor een community event. Inderdaad. Precies. Er zijn natuurlijk ook gewoon, dat zei je volgens mij niet eens, maar het zijn natuurlijk ook gewoon, het zijn ook 2 dagen lang panels. Dus je hebt daar gewoon waarschijnlijk mensen die aan de game gewerkt hebben en wat dan ook. Er zijn panels. Maar vooral bij MMO-games, weet je. Ja. MMO-games draaien om community. Dus ja, dat, precies. Dat is wel maar je kan dus ook de nieuwe uitbreiding... Gold checken. Road, die kun je ook gaan spelen, inderdaad. Panels over voice actors, developers, maar ook discussie verschillende klassieke tabletoppers en ESO. Al dat soort dingen. Je kunt zelf aan de gang gaan. Wij zullen er ook 1 dag gaan rondlopen om te filmen. Dus wie weet kom je ons ook nog een beetje tegen. Wat dat krijgen wij dan ook gratis drankjes? Jullie krijgen ook gratis drankjes. Sterker nog, er zat een hotel voor ons geregeld. Wat ik wel bizar vond, want we wonen ongeveer om de hoek. Ja. Maar goed, het is hartstikke leuk. Maar dat er per se iemand komt, denk ik, die aan de andere kant van het land woont. Jij? Wellicht. Nou ja, misschien. Betaald in drankjes. Ik kan het niet meer betalen. In gratis drankjes. Ja, precies. Inderdaad. Anyway, de kaarten zijn op dit moment gewoon verkrijgbaar. Ik zag dat er dus al die duurste van 140 euro, die was al uitverkocht. Ja, precies. Daar zat ook dan weer een bepaalde figurine bij en al dat soort dingen. Leuk. Het is echt voor de fans van Elder Scrolls Online of de fans van een beetje van MMO fantasy, weet je, die wereld, die dat gewoon heel erg tof vinden om daar een hele dag in rond te lopen met allemaal mensen die hetzelfde leuk vinden als jou. De tickets die staan online in de chat, kun je het linkje weer vinden en anders bij de video en bij de podcast. En doe er je voordeel mee als je dit leuk vindt. Gaan we naar... Ja, er zijn ook biertjes. Zeker weten. Hele lekkere, misschien ook wel Elder Scrolls biertjes. Vanuit daar kan ik gewoon naar huis fietsen. Ja, dat zou kunnen. Dus ik zweer het je, ik ga het gewoon doen. Voor de mensen die nu denken van waar is dat halfweg? Het is vrij... halverwege... Haarlem en Amsterdam. Ja. En er is een station, een NS-station, echt aan de overkant. Ja. Met een trein vanuit Amsterdam ben je er echt super... makkelijk. Dus. En ik weet niet, er zullen wat hotels, er is zelfs een hotel /café in de buurt, dus als je wil blijven slapen, dan kan dat daar. Ik weet ook niet, hè. Ik weet maar het duurt niet zo heel laat, dus dan ga je gewoon lekker Amsterdam in. Pak je het, maak het of gewoon... daar, dus er is een heel gezellige bruine kroeg daar. Ja, dat is ook waar. Ja, dus klopt, ja. Daar kan je ook gewoon gaan zitten. Precies, dus check het gewoon even als je het leuk vindt om daar naar toe te gaan. Dan gaan we het hebben over Battlefield. Er komt een nieuwe Battlefield aan. Wat? En daar zou dus, nogmaals, dit is een gerucht, dit naar verluid. Dit is 2018. Nee, 2024. Hmm. Een Battle Royale mode. Daar is de hele tijd sprake van dat het zou gaan komen. En nu komt het weer naar boven. Overigens, deze week zag ik ook dat Marcus Leto, heet hij volgens mij. Marcus Leto, ja. Een van de grote mensen ook achter Battlefield. En Halo. Achter Halo vooral, ja. Hij heeft ook nog die ene game gemaakt. Hoe heet hij nou ook weer? Dat is van bovenaf een soort van shooter. Had hij zijn eigen studio opgericht. Is geen succes geworden. Van boven? Een shooter? Niet meer van boven. Ja, iemand. Wel, het was van boven. Ik zit een beetje te rekken in de hoop dat iemand anders het in de chat gooit. Kom op, Google Puppies. Marcus Leto. Maar dat is een van de grondleggers van Halo. Ja. Die is toen zijn eigen studio begonnen. Heeft toen die game gemaakt. Het was niet een hele slechte game. Ik hoop dat iemand de titel hier in de chat kan gooien. Maar vast niet.
Oké, maar ja, Disintegration, dat was het. Hizza, op jou kan ik rekenen. Je hebt jezelf compleet redeemed vandaag. En die game heeft hij uitgebracht. Was een leuke game, heeft het niet goed gedaan. Toen is hij weer teruggegaan naar een grote uitgever, EA in dit geval. En nu is zijn studio bij EA ook weer opgeheven. Ja, nee, het gaat verschrikkelijk hard inderdaad. En ja, ik las dit en ik dacht bij mezelf, het ligt natuurlijk fucking voor de hand. Want Battlefield is meer dan Call of Duty 100 man altijd geweest. Alleen ik denk, het is wel echt fucking late to the party. En nou, dat. Ik denk, het heeft al Battle Royale gehad, de Battlefield. Die Firestorm, ja, Firestorm heette dat volgens mij. En dat was best verschrikkelijk. Maar toen was het al outdated. Nee, ik vond het kut. Nee, maar het zat in de game. Het was niet free-to-play, toch? Wat ik haat aan... volgens mij heeft het tijdelijk ook free-to-play. Is het volgens mij ook geweest. Dus waarom, daarom zeg ik, dit lijkt wel een oud nieuwtje. Ik durf niet meer te zeggen, met zekerheid te zeggen of dat het free-to-play was. Want component, dat dacht ik. Maar los daarvan, welke vorm het ook heeft, lekker belangrijk. Ik mis gewoon dat Battlefield... was vroeger een toonaangevende game. Ja. Mm-hmm. Een trendsetter. De lat hoger leggende game. En tegenwoordig is het... we volgen elke fucking industrietrend. En ja, weet je wat? Zijn mensen een beetje op een pikje getrapt? Dan doen we er geen scoreboards meer in. Want dit is toxic en al die fucking bullshit. Weet maar, maar dat gaat Sim, Vince, Sampanel, Samboni wel recht trekken. Oh, ja, daar ben ik wel mee eens. Maar behalve dat Vince Sampella... ook niet kennelijk alles te zeggen heeft over deze game. Want EA, ik weet zeker, die free-to-play Battle Royale komt gewoon uit de koken van EA. Dit moet er komen, want dit doet de Call of Duty en ze zijn er super succesvol mee. En dan hebben ze hun live service game met monetization, die ze gewoon het hele jaar door mee doorgaan. En dan heb je eens in de zomertijd een volledige Battlefield die we kunnen droppen tegelijk. Wat nou als ze zoals Warzone dat inderdaad doen, maar Battlefield is natuurlijk altijd een wat serieuzere, volwassenere versie geweest. Dat ze dus niet die fucking blauwe trailer Racer bullets en roze guns en allemaal andere en konijnen. Konijnen onzin hebben, maar dat het gewoon oude Warzone is, zoals Warzone in het begin was, vrij serieuze milsim-achtige leuke shooter shit. Nou, zoals Warzone in het begin was, dat Battlefield nu gaat doen, de serieuze volwassen versie van Warzone gaat maken. Maar maak gewoon een vette, Battlefield, man. Ik bedoel, weet je, wat mij een beetje irriteert hieraan is, de focus is er niet. Nee, ik bedoel, het spelconcept van Battlefield is zo fucking simpel, maar staat als een huis. En hoe de fuck kan je dit keer op keer op keer op keer op keer inmiddels verneuken? Ja, dat is penlikkers. Het is bijzonder. En dan gaan we nu ook weer een free-to-play Battle Royale mode erin flikkeren, weet je wel. Maar dat is dus... En hoe vaak hebben we niet gehoord dat Battlefield een platform gaat worden? Maar dat is dus games-industrie anno 2020 en verder. Ja, van snap de platform bedoel... moet gaan. Als stel nou Nintendo was DICE geweest. Dan had Nintendo dat met Mario gaan ze ook niet mee. Battle Royale. Oké, dan gaan we een Battle Royale Mario. Maar ze maken gewoon dezelfde game en iedere keer innoveren ze. Ja, ze maken ook dezelfde game. Ze maken Call of Duty. Want hoe vaak hebben we nu wel niet gehoord dat ze hebben gezegd van we gaan er een platform van maken. En dan krijg je hier een verhalend gedeelte. Heb je hier een free-to-play Battle Royale cut shit. Heb je hier zeg maar je standaard Battlefield ervaring. Waar klinkt dat als bekend in de oren? Call of Duty HQ. Het is fucking precies dat. Met dus volgens blijkbaar 700 mensen minder in dienst. Dus dat kan helemaal niet. Ik bedoel, waarom durven ze niet gewoon een ouderwetse Battlefield te maken? Dat weet ik wel. Want die verkoopt maar misschien 8 of 9 heel tevreden gamers. En dat willen ze niet. Ze willen 20 of 30. Nee, dat is bullshit. Want miljoen bedoel Battlefield 2042. De hype was zo ontzettend groot bij die game. Waarom? Omdat EA voor het eerst de dingen zei die de gamers wilden horen. We gaan weer terug naar oldschool Battlefield. Ja, we gaan Battlefield 4 in next gen maken. Dit is wat mensen willen. En uiteindelijk, ze hebben die shit helemaal gesloopt. Ja. Dat is ook niet, wat ze zeiden was ook gewoon niet waar. Dat gingen ze dus niet doen. Nee, dat gingen ze niet doen. En uiteindelijk, nu na vele patches en goedmaking. Weet je, het is Star Wars Battlefront 2 all over again. Weet je, een ezel stoot zich niet 2 keer tegen dezelfde steen. EA 800 keer tegen dezelfde fucking rots. Maar, weet je, Battlefront 2, eindelijk gefixt. Eindelijk in een goede staat. Geweldige game. Iedereen was er tevreden over. Stekker eruit getrokken. Ja. Battlefield 2042. Weer een dramatische launch. Bugs. Shit werkt niet. Crashed. Gaming design. Compleet naar de kloten. Vanwege toxic bullshit. Geen party management. Geen scorebord. Wat jij toen zei. Van, er zit geen die drie dingen niet in. Maar je mag wel mensen doodschieten. Dat is fucking weird.
Dat is zo fucking... Niet eens schizofreen. Ik weet niet eens wat het woord ervoor is. Maar dat nu, is zo idioot. Maar dat is mijn punt. Van nu hebben ze veel gefixt in Battlefield 2042. Het is bij lange na nog niet zo goed zoals de hoogtijdagen. Wat voor mij Battlefield 3 en 4 is. Het is niet op dat niveau. Maar het is een vette game op dit moment te spelen. Ja. En het is klaar. Nou ja, weet je, we gaan weer hetzelfde riedeltje. Gaan we gewoon weer af. Ja. Nogmaals, dit is allemaal nog een gerucht. Ik vermoed dat zo ook wel in juni ergens we hier meer gaan over horen. Als EA gaat vertellen wat ze allemaal voor games gaan uitbrengen. In ieder geval, die Dragon Age game die is nog wel in ontwikkeling. Mass Effect schijnt in een voorbereidende fase te zijn. Dus die is echt nog wel ver van ons vandaan. Ik denk dat Battlefield de grote game gaat worden voor het najaar. En, ze hebben wel natuurlijk goede dingen gedaan vorig jaar. Tuurlijk. Het is ook. Ze hebben zeker niet alleen maar troepen uitgegeven. Nee. Of EA bedoel ik dan. Hè? DICE heeft namelijk al vrij lang geen homer gescoord. Nee. Nee. Ja, nou, maar wel qua kwaliteit. Zeg maar, als je kijkt naar wat ze op de markt hebben gebracht. Dat is, waar is het misgaan? Visie. Game direction. Daar is het misgaan. Het ligt niet aan het talent van developers. Mm-hmm. Als je ziet wat ze neerzetten. En uiteindelijk wat het is geworden na patches. Dat is... Een uitstekende game. En het zijn ook maar pawns eigenlijk. Hè? Denigerend gesproken. Maar ik bedoel, het zijn mensen die aan het werk gezet moeten worden om iets lijps te maken. En natuurlijk willen die iets lijps maken. Dus het gaat om het idee wat je erin stopt. Ja. En dat is gewoon crap. Ja. Gaan wij naar iets toe wat 26 september tot 29 september gaat gebeuren. En dat is de Tokyo Game Show. Gaan we dit jaar? Ja, jij bent ontslagen, dus nu kunnen we. Als freelancer kan je nu weer mee. Ik heb even beloofd dat als we dit jaar gaan, ik ga mee. Ja, precies. Nou goed, het is er gewoon weer. En wat ik altijd heel erg leuk vind, dat is bij ons altijd een beetje een dingetje. We willen altijd weten, wat is de slogan van dit jaar? Ja. Want in een of andere manier, de Japanners weten altijd de meest weirde slogan aller tijden te maken. En dit jaar is die, en Jelle gaat hem voor mij vertalen, Trailblazing the World the Gaming. Nee, Trailblazing the World the Gaming, ja. En dat, ik denk Trailblazing the World in Gaming. Dat is denk ik wat ze bedoelen. Alleen is dat natuurlijk iets dat heel moeilijk één op één vertaalt. Maar ik weet namelijk, mijn favoriet tot nu toe is Game Dancing Your Heart. Ja. Maar het zijn gewoon slechte vertalingen. Want ik bedoel, iemand heeft dit gewoon door Google Translate gegooid. En daar is twee keer de woord de uitgekomen. Waarschijnlijk omdat ze dan in Japans een woord gebruiken wat je op meerdere malen kan interpreteren. Maar ik bedoel meer, iedereen weet de Trailblaze the World of Gaming. Ja, en maar ik weet niet of ze op dit moment al een site hebben. Want vaak kun je staat het er ook letterlijk inderdaad wel op. Hè? Ja, precies. Staat gewoon wel op de, als je naar Tokyo Game... Trailblaze the World of Gaming. Dan staat het er maar wel dan hebben zij dat Google Translate. Ja, maar they don't care. Ik hoop dat ze het een beetje bedoelen. Gewoon echt expres gewoon English erin gooien. Dat lijkt me zo vet. Ja, ik hoop het tegenwoordig wel, want het is zo vaak zo dat dat Game Dancing Your Heart, weet je? Wat? Dus ik denk dat ze het bijna expres nu doen. Nee, je zit even te kijken hoor. Ja, ze hebben nog niet echt een game site. Oh, dat is een PDFje inderdaad. Ja, natuurlijk hebben ze eerst een PDFje en dan. Trailblaze the World with Game. Oh, with Game. Hey! Dat bedoel ik. Het is Trailblaze the World with Game. Oh, gek, dat kan ook. Trailblaze the World met gaming. Dus een soort van, met gaming ga je... In ieder geval klopt niet grammaticaal. Nee, nou ja... Ja, het is een beetje serious uncool. Dat klopt ook niet helemaal, maar het is wel... Ja, precies. Dat makes sense. Ja, dat is het inderdaad. Het makes sense, ja. Maar ik wou zeggen, dat is gewoon een vertaalfout. Maar dit klopt. Maar met, hè. Het is niet de coole naam, maar het klopt. Ja. Dit is wel echt het lelijkste persbericht dat ik ooit heb gezien. Ja, maar dat is altijd zo. Dit is een handleiding van je Onkyo-receiver. Ja, maar echt, ja. Want ik heb al van de week mijn Sonos surround speaker is kapot gegaan. Dus ik heb nu weer mijn oude set aangesloten. Moest ik ook de handleiding erbij pakken. Dat ziet er precies zo uit als dit, ja. Wat is de CESA trouwens? Is dat niet de Electronic Software Association, toch? Nee. Ik denk dat dit meer Japans is. Ja, ik hoop het. Anyway, wie weet zijn we erbij. We gaan ons best doen. Altijd de hoop houden. Altijd de hoop houden, inderdaad. Heb ik ook ideaal. Ik laat weer even een trailertje. Het is tijd voor een trailertje. We hebben laatst de Rise of the Ronin gehad. En we zijn nog steeds psyched voor die game. Alleen we vonden die trailer niet heel erg mooi. Dat wat ze lieten zien. Er is nu weer een nieuwe trailer. Meer op gebaseerd op gameplay en op vechten. Combat dus. Ja, wat vinden we hiervan? Ik heb hem ook nog niet gezien. Dus ik kijk hem nu ook gewoon eventjes samen met jullie. Ja, heel eerlijk. De game ziet er toch gewoon niet zo heel mooi uit. Het ziet er een beetje uit als een PlayStation 3 game. Ja. Dus PlayStation 3 en PlayStation 4. Maar hier ziet het namelijk wel... Als dat vet speelt, I don't care. Ja.
Ja, ik ben dus benieuwd inderdaad hoe lijp het speelt. Of maar, het echt moeilijk is of dat het... Maar bedoel, kijk dit. Dit is een next-gen game. Ghost of Tsushima ziet er verder uit. Ja, dat was zeker. Een PlayStation 4 game. Ja. Nou. Nee joh, gaat toch niet schieten gek van de week? Wel, dat was de voorsprong van de Japanners. Dat is gewoon... Nee, dat waren Chinezen. Japanners, die wilden eerst heel lang niet aan de musketten. Ja. Dat is niet hun cultuur. Dat is not dishonor. Not honorable. Ja, death before dishonor. Nou ja, ik ben dus nog steeds... Ik weet niet welke game ik liever ga spelen. Deze of Dragon's Dogma. Ik ben voor alle twee echt ook onwijs psyched. En ik denk dat ik ze alle twee wel uiteindelijk ga spelen. Dit maar, zal wel meer actie zijn. Dit is echt actie. Ik snap het verschil tussen de games, maar ik ben dus voor alle twee even psyched. Ja. Kijk nou, dit lijkt me zo... Dat is het ding. Alles wat een beetje in de buurt komt van Ghost of Tsushima en goed is, dan wil ik het gewoon spelen. Ga maar Final Fantasy spelen, joh. Gewoon een nieuwe Final Fantasy. Ja, die wil ik misschien tot die tijd. Want dit is 22 maart, komt dit uit volgens mij? Ja, je zou eens gelijk kunnen hebben dat deze op dezelfde dag uitkwam. Echt op dezelfde dag uit. Dus dan heb ik die week twee onwijs vette reviews die ik eigenlijk alle twee zou willen doen. Ja, maar... dat wordt lastig. Ja, maar welke mag ik dan doen van jou? Of moet ik dan doen zelf kijk, van jou? Ik weet niet. Hopelijk krijg ik redelijk wat van Dragon's Dogma codes, zodat dat je die ook in je vrije tijd kan spelen. Ja, dit gaat via PlayStation. Meestal krijgen we één, misschien twee codes. Dus dat wordt wat lastiger. Ja, dat is lastig. Als we ook wat cross-promotion mogen doen. Kan ik ook zeggen, de cijfers van de serie Shogun zijn ook heel sterk. 9,3 op IMDb. Die wil ik even gaan zien. Nou, die bespreken we in aflevering 149 van Nerdculture. Ja. Deze zondag online. Klopt inderdaad, ja. Ik vond het heel goed. Ik vond het heel tof, vooralsnog. En meer zeg ik erover inderdaad in die andere shit. Er was ook nog een... ik zag een Greedfall inderdaad trailer voorbij komen. Ja, nee, gisteren was de Nacon Connect. Oh, die hebben dan ook hun eigen online... Heet dat niet de Naconnect? Nee. Nee, zo smart zijn ze. Dat doen ze wel, Connect. Want dat is een soort van... Dat doen anderen... Verzin alsjeblieft een eigen woord, jongens. Precies. Dat is zo duidelijk. Maar als je dan een Nacon Connect doet, dan noem je het de Naconnect. Ja, precies. Onder andere werd daar wat nieuw beeld van... Gewoon Direct, toch? Ja. Dat staat ook al. Van Test Drive Unlimited getoond. Ja, een beetje Forza Horizon-achtig open wereld game. Vroeger speelde ik dit nog wel eens. Ja, ik heb de eerste Test Drive Unlimited gespeeld. Ik heb ook wel getest drives af en toe. Nou, een keer. Koos is de grootste specialist op race game gebied. Ziet het er lijp uit of denk je, Ja, weet je wat? Het is wat steriel, weet je wat het probleem is? Ja. Forza Horizon heeft de lat gewoon zo ontzettend hoog gelegd. Ja. En die game, weet je, is zelfs 4... Is al vrij oud. Volgens mij kwam die uit toen ik net begon bij GameKings. Ja. En de game is al vrij oud. En die heeft meer actieve spelers dan Forza Motorsport. De nieuwste game die een paar maandjes oud is. Ja. Omdat die game zo goed in elkaar steekt. Ja, ik wens Test Drive Unlimited heel veel succes. Ze zijn over het algemeen wat net iets serieuzer, als ik het zo mag noemen. Maar wat saaier. Ja, ook dat. Het steriele en saaier daardoor ook. Maar wel driften. High five. Nee, dat heb je niet in Forza Horizon. Nee, dat kan niet. Wist je dat Forza Horizon 5 is het volgens mij de meeste aangesloten gamers heeft op Game Pass. Dus de meeste mensen die dit uit hebben geprobeerd. En aan de ene kant begrijp ik het wel. Forza Horizon... Hij is een stack. Hij kan door iedereen gespeeld. Ten eerste, het ziet er fantastisch uit. De graphics zijn belachelijk. Het is een arcade game. Je kan, als jij een non-gamer bent, kan je het makkelijk oppikken en spelen. Als jij een diehard gamer bent, kan je het oppikken en spelen. Ja. Het is voor iedereen vet. Ik denk dus van Forza Horizon of Test Drive Unlimited is een game die je niets... Als je, zeg maar, ik hou ook van race games, weet je wel. Dan ga je hem toch niet zo snel kopen. Dan kies je waarschijnlijk toch voor die single player of die andere game. Maar als die op Game Pass staat, dan ga je gaat iedereen hem proberen. Ja. Omdat dit inderdaad het ideale game is om af en toe gewoon even lekker een uurtje weer te rossen, weet je wel. Dan heb je er weer zin in. Daarom is deze game zo tof. En ik denk dat dat het grootste probleem gaat zijn voor Test Drive Unlimited. Dit is natuurlijk gewoon een full price game. En Forza Horizon is dat niet als je Game Pass hebt. Dat maakt het wel bijzonder aantrekkelijk. Maar goed, het is, ik vind het wel een toffe game altijd. En wat Pannekoek zegt, deze trailer laat overigens niks tof zien. Dat heb ik een beetje soort van met race games. Race games zijn tegenwoordig echt pinnacle van graphics. Ze zijn altijd heel mooi. Maar ik heb altijd zoiets, wat naast het racen zelf is de purpose van deze game?
En dat proberen ze natuurlijk met Horizon. Ja, dus je hebt een festival, je moet dit, dat. Nee, geef me gewoon driver. Ik wil gewoon natuurlijk, ik vind het racen cool, maar ik wil een toffere incentive hebben om die races te doen. Dat was een uniek concept driver. Ja. Zeg maar de eerste twee drivers. En ik snap dat, heel vet. Dat er natuurlijk ook gewoon een aantal racegames af en toe moeten uitkomen die zeggen van, dit gaat om het racen, punt. Weet je, dus het is mooi en het is de circuit race, hè, als je dat wil doen. Snap ik heel goed. Maar waarom zijn er niet racegames die op de goede manier verhalend zijn? En wanneer is het genoeg, weet je wel? Ik bedoel, we hebben Forza Horizon. We hebben natuurlijk Ubisoft. Die met, nee, meer hoeft er niet te zijn. Ja, nee, maar we hebben Ubisoft die met hun Forza Horizon clone is uitgekomen. F1. F1 tel ik dan nog niet eens. Maar ik bedoel... Voor dit soort dingen. Ja, die allemaal in hetzelfde vaarwater zitten. Need for Speed zit dat ook. Test Drive Unlimited komt er dan bij. De crew, inderdaad. De hoop van de microtransactions en de season passes en de auto DLC's en dat soort dingen. Je kunt... Ja. In principe oneindig extra content erin blijven proppen. Op een vrij simpele manier. Want die auto's, ja, die ros je er in principe vrij simpel uit. Dat is het natuurlijk. Maar ja, je speelt er maar één van. Je gaat niet vier van dit soort games spelen. Je speelt er één. En dan denk ik dat Forza Horizon op dit moment wel gewoon de game is. En die wordt goed geüpdate. En dan ga je daar gewoon mee aan de slag. Jij wilde nog even Greedfall 2 zien. Ja, die kwam gisteren. Die is ook gisteren getoond. Gaan we ook nog even was daar. Het op de NaConnect? Op de NaConnect. Sick. En ik hoor altijd hier veel mensen uit de community over. En dan had ik zoiets van, nou, u vraagt, wij draaien. Precies, die pakken we dan ook even mee. En inderdaad, de Real History zegt er, Greed 1 was een budget game. Maar zitten we steeds vaker. Dat is, ja, maar double A-games zijn vaak toffer dan triple A-games tegenwoordig. Dus. Weet je, ik doe een wilde gok, want de Greedfall was helemaal geen slechte game. Nee. Maar ook niet een geweldige game. Nee, double A. Ja, maar waarom zou die enigszins nog goed kunnen scoren? Was omdat het een van de weinige nieuwe next-gen games was. En daar zijn mensen altijd geïnteresseerd van. Ja. Ja, de keuze is nog niet zo heel erg breed. Mm-hmm. Heel veel games zijn cross-gen. Dit is een echte next-gen game. En dan koop je die en dan ga je die spelen. Dat was een aardig game. Maar als die zeg maar 2 jaar later was uitgekomen, dan hadden we nu geen sequel. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Nee, ik ben ook benieuwd. Ik weet niet of er al een pricing is, maar Nacon is ook wel weer zo'n bedrijf wat dingen met prijzen doet. Dus wie weet dat het een andere prijs gaat krijgen dan $70 of $80. Ja. En wat zijn hier de wensen van? Willen ze er 10 miljoen verkopen of zeggen ze als we er 2 miljoen van verkopen, dan zijn we super blij, weet je. Dat weet je gewoon allemaal niet. In ieder geval... je kunt de Nacon Connect nog gewoon op YouTube vinden. De hele stream, er zitten nog meer games, zaten erbij om te gaan bekijken. Goed, even kijken welk onderwerp... Dit ziet er dan wel wel lijp uit. Ja, oh, ja, klik ja, iets weg. Ja, we zagen net iets heel vets in de Even kijken hoor. We gaan het even over Tekken hebben. Oh ja, nee, dit cool, vind ik leuk. Ja, nee, dit is niet Kill of Serious. Fuck, het is andersom. In Tekken zit tegenwoordig nu ook een shop. En in die shop kun je allerlei kleding kopen voor jouw characters. Oude kleding van de verleden tijd, et cetera, et cetera. Dat is op zich leuk. Alleen, zij doen, en ik noem het dan even, dat Koos zal het me ongetwijfeld een klein beetje kwalijk nemen. Maar ze doen een arenaatje. En dat betekent, je moet coins kopen. En die coins, die passen nooit bij het bedrag wat je uitgeeft. Dat hoeft dus niet in de arena. Niet meer, hè? In de arena kan je echt al jaren en jaren kan je gewoon pinnen. Dit is een gelderdampje. Okay. Een gelderdampje, oké. Okay. Ja. Dus vroeger deden ze dat wel in de arena, dat kan ik me nog herinneren. Top, dan kon je altijd 5 minuten kopen. En je kon met die kaarten, aan het eind van de dag stond er altijd €1,50 op. En daar kon je niks meer mee. En dit is dus ook bij Tekken 8 Shop. De outfits zijn dan bijvoorbeeld $4. En dan kan je, zeg maar, de coins is altijd $5. Weet je, dat soort dingen. En de community, dat krijg je natuurlijk ook. Tekken heeft een best wel hardcore community. Het is niet mainstream gamers. En die zijn hier behoorlijk pissig over. Ja, jong, waar slaat dit op? Ik zit nu feitelijk €4 te betalen en €1 donatie aan jullie de hele tijd. Why? Nee, dat is niet waar. Je kan er ook namelijk 4 kopen. Of 5 in dit geval. En maar dit is toch dat precies de reden. Dat is de reden. Ja. En het is belachelijk vervelend en smerig, maar wel slim. Want dan ga je inderdaad het zo uitkienen dat je er 5 koopt voor je $4 per stuk. Of je doet het gewoon niet. Klaar. Nee, dat is altijd alweer wat. Wil je dat dit stopt? Koop het niet. Nee. Precies dat. Kan je wel gaan klagen. Je moet het gewoon inderdaad een soort van laten zien. Vroeger kreeg je dit gewoon als gratis DLC of als bonus content. Ja. Ja, omdat je gewoon 16 had afgetikt. Maar je weet natuurlijk niet, hè, dat we volgende week misschien wel weer een obligate tweetje krijgen van iemand van Tekken die dan zegt van we hear you.
ze worden toch weer $4. Ja. Dat zijn, of ze maken gewoon alles $5 in de shop. Dat kan ook. Als je stil bent, doe je dat gewoon. Ja. Inderdaad. Dan ook inderdaad, dat is leuk, PlayStation, ze willen geld hebben. Ze hebben geld nodig. En wat blijkt nou, die PlayStation Portal, waarvan ik denk van een raar apparaat is dat dan waar gebruik voor. Die verkoopt beter dan ze verwacht hadden. Dus ze hebben eigenlijk niks meer. Is hij er al? Ja, hij is er al lang. Hij is weg. Hij is op. Hij is op. Ja, maar het was ze hadden niet verwacht dat dit zo populair zou zijn, dat hier zoveel vraag naar zou zijn. Ja. Ik heb hem getest en gereviewd. Ik zou niet weten waarom je dit zou willen hebben. Maar. Nee, snap ik. Ik ook, maar omdat het goedkoop is. En ik denk omdat mensen niet weten wat ze krijgen. Weet je, als je 200 piek moet uitgeven, vind ik niet goedkoop. Ja, vind ik wel. Voor een streaming device maar dat, die alleen maar vanaf mensen je niet lokale, weten dat het een streaming device is. Die vanaf je PS5 alleen maar je eigen PS5 alleen maar kan streamen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Die zien dit en hebben ze van fuck PlayStation games op een console zoals de Switch. Fuck yeah, let's go. En niet wetende dat je inderdaad je PlayStation 5 aan moet zitten en dat je netwerk oké moet zijn. Dat ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ja, en toch zag ik ook in de community wel wat mensen, niet nu, maar in Brieven Maandag een keertje, dat mensen zeiden van ja, maar ik vind hem wel prettig, want dan kan ik bijvoorbeeld boven kan ik doorspelen als mijn vriendin beneden op de televisie, dat soort dingen. PlayStation Remote, is ook zo. Sterker nog, dat kan nu ook met je iPhone of je iPad. Ja, hier in de zomer in de tuin go met spelen. Met je PC, met je laptop, het kan allemaal. En inderdaad, als je het, kijk, iemand zei net, hij is €250 in Nederland. Want $200, dat zal wel zonder belasting zijn in Amerika natuurlijk. Nou, €250 in Nederland. Ja. Ja, dat heb je al bijna een tiende. Ja, leg er €100 bovenop. Nee, ik vind €250 alweer een stuk meer. Je kan PlayStation streamen naar je Steam Deck. Dan heb je gelijk al deze functionaliteit. En je hebt een compleet nieuw platform. Ja. Ik denk overigens ook dat ze er niet zoveel in de winkels leggen. Omdat ze waarschijnlijk dit jaar nog wel met een handheld komen. Weet je, waar wij het allemaal waarom liggen het niet in de winkels? Misschien is het een testcase. Nee, nou, dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn. Maar waarom liggen het niet in de winkel? De winkel heeft er geen fuck aan. Want wat is de bijverkoop? Niks. Nee. En wat zijn de marges? Niks. Niks. Nee. Dus ja. Het is inderdaad. Maar goed, in ieder geval was daar wat verbazing over. Goed, we hebben namelijk nog een bulletin. We hebben er twee deze keer. Dat is ook wel het maximum atem wat mij betreft. En deze bulletin, en dan hoop ik dat de regie... die zijn al klaar, jongen. Die zijn zo snel tegenwoordig. Die gaat over Skull and Bones. Oh, godverdomme, dat heb ik nog mooi gemaakt. Ja, wat een mooie bumper was dat, zeg. Precies, Skull and Bones, inderdaad. Nou, de review, alles, je hebt alles al gezien. Dus je weet wat wij ervan vinden verder. Aan de andere kant zie ik ook dat het best veel gespeeld wordt, nog wel. Het is volgens Ubisoft zelf de meest gespeelde game online. Een quadruple A game ook natuurlijk. En een quadruple A game, inderdaad. En season 1 is nu uit. Zoals dit soort games krijg je altijd allerlei seasons erbij. High en black metal artiesten die ik hier in de trailer zie. Dat is wel lijp. Dit is deze trailer. Nee, ik bedoel, wat ik zeg van Suicide Squad, dat is echt een mislukt project. Dat is Skull & Bones zeker niet. Daarvoor spelen nog wel genoeg mensen dit. Het moeilijke is dat ik niet tegelijk... Nou, dan moet ik het op mijn telefoon doen. Dat zou nog wel kunnen. Dat ik niet tegelijk een trailer kan laten zien en vertellen aan jullie wat er allemaal in dat eerste seizoen zit. Want er zit best nog wel het een en ander in. Ja, vertel het ons. Ik ga het je vertellen. Jullie willen het weten. Ik ben nu aan het zoeken, maar ik zit even te denken. Ik heb namelijk ook het wel gezien, want ik heb daar natuurlijk wel even naar geresearched. Alleen het stomme is dat ik inderdaad dat er natuurlijk gewoon nieuwe missies. Er zit in een krakens en dingen, zeebeesten die je kan bevechten met een grote groep, omdat er zitten natuurlijk gewoon een soort van world bosses in en events die bedoeld zijn om niet in je eentje te doen, maar te tackelen met je maat, en daar zitten er meer van in. Je gaat in ieder geval vechten tegen La Peste's Fleet of Pestilence. Ja, nieuwe faction, nieuw world events, onder andere de elite warships van de mega corporations zoals de DMC en Clan of Pharah. Nieuw leaderboard rewards. En Ubisoft is ook duidelijk van plan om gewoon deze game voorlopig nog te gaan ondersteunen. Nu kun je alles vinden van Ubisoft, dat mag ook. Maar één ding doen ze wel goed.
Rainbow Six bijvoorbeeld zit nu al in het 9e jaar volgens mij al. Die fight game, hoe heet het ook alweer? Ja, For Honor. Dat is laatst pas gestopt volgens mij. Ja, maar dat doen ze heel lang. Ja. Dus ook hier gaan ze nog Battlefield, hoe heet het nou ook weer? Wildlands. Heb ik echt nog jarenlang hebben we die kunnen spelen. Dat was echt heel vet. Absoluut. En ik weet niet of het op dit moment gratis te spelen is. Maar het zou me niks verbazen als dat op een gegeven moment ook wel die kant op zal gaan. Ooit. Je kwam in het begin. Volgens mij kan je de game 8 uur gratis proberen. Sowieso. Ja, en als je dan wat vindt, dan kan je doorgaan. Precies. Uiteindelijk zal dat prima, of zal dat misschien best een keer ook nog kunnen. Ja, 8 uur trial. In de eerste 8 uur. Dus als je het wil, kun je het gewoon uitproberen. Skull and Bones, ook hier weer in de chat staat de informatie over Season 1. Nogmaals, als je dit leuk vindt, ga het lekker spelen. Als je er helemaal niks mee hebt, ga lekker iets anders spelen. Zo werkt dat altijd bij ons. En de review kun je gewoon checken op onze site. Goed, dat was Skull and Bones. Ik had ook nog iets anders. Dat vond ik dan wel weer leuk. En dat is dat er... En het is natuurlijk weer een gerucht zoals altijd. Het gerucht gaat dat LeBron James in GTA 6 zou kunnen gaan zitten. En dan wel met een 3-tegen-3 basketbalmode. 3-tegen-3 is op dit moment hip and happening. Dat is de Olympische Spelen. Dat is ook een Olympische sport. 3-tegen-3 basketbal. Altijd als op hetzelfde veld? Ja, nee. Op halfcourt noem je dat. Dus één basket en dan moet je steeds uit de cirkel erin. Dat is een Olympische sport inmiddels. Het is natuurlijk ook street basketbal. LeBron James heeft absoluut iets met GTA. Dat zie je hier ook al. Volgens mij heeft hij er ooit ook wel eens wat mee gedaan. Hij sleepte overal zijn PlayStation 2 mee naartoe als hij naar wedstrijden ging. Je zag gewoon in zijn armen had hij de PlayStation 2 altijd eronder. En, met GTA erin. Ja, dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen van wel. PES. Ongetwijfeld zit daar NBA 2K in en zeer waarschijnlijk ook wel Madden. Dat is iets wat deze jongens ongelooflijk veel spelen. Call of Duty ook nog wel, maar GTA is ook super populair bij de NBA-spelers. En het maakt natuurlijk sens, jongens, want NBA 2K, de beste basketbalgame, wordt natuurlijk gewoon door 2K zelf gemaakt. Dat is weer, je zit in dezelfde holding, dus een stukje kruisbestuiving is zo smart gedaan. En het lijkt me wel heel leuk. Koos gaf het aan, bij Final Fantasy zit ongelooflijk veel minigames in. Heel veel tof. Dat lijkt me ook hartstikke leuk in GTA, dat je allerlei toffe minigames hebt, zoals 3-tegen-3 basketbal, wat gewoon een ding gaat worden, ook straks weer in GTA Online. Ja, ze maken gewoon echt metaverses, weet je wel. Je kan het erover hebben, en het is misschien wat minder oenig, maar in hoeverre verschilt GTA Online van Second Life? Ik denk niet heel veel. Absoluut. Verhaal? Ja, nee, maar... That's it. Maar ik wou net zeggen. Ja. Maar ik bedoel gewoon zeg maar de insteek waarom mensen inloggen in die wereld en met elkaar communiceren en soms zelfs roleplay gaan doen en dat heel serieus nemen. Ja. Ja, dat is gewoon een soort van Second Life, alleen cooler. Ja, ik weet dat LeBron James, hij zit natuurlijk ook een beetje in de laatste fase van zijn carrière. Hij wil nog heel graag speelt hij nog? Hij speelt nog steeds, ja, goed ook nog wel. Maar hij is 37, hij wil eigenlijk nog een keertje met zijn zoon spelen. Is hij even oud als ik? Wat bizar, ik dacht dat hij veel ouder was. Ja, daar kunnen mensen nog gewoon zo uitzien op die leeftijd. Ja, precies inderdaad. Hij wil eigenlijk nog met zijn zoon in een team, maar zijn zoon is eigenlijk niet zo super goed qua NBA. Aan de andere kant, het gaat wel heel veel doekels opleveren als die in één team spelen. Dus wie weet... Dus het gaat gebeuren in Amerika... Dat zeker weten. Hij is 39, ik heb nog een jaar. Hij zit wel heel dik in Hollywood en entertainment. Dus dit maakt aan alle kanten sens dat hij zeker met zijn en helemaal nu investeren of iets gaan kopen of ook in games wil zitten. Ja, en het hoogtepunt denk ik wel is om in GTA te zitten. Ik denk niet dat je als ster of als sporter, wat is het hoogste verhaalbare? Dat is dat je een cameo hebt of een verschijning in GTA, denk ik. Dan doe je er wel toe. Dan gaat dat zeker... Ik denk niet dat hij die bevestiging nodig heeft, maar... Niet meer, nee, inderdaad. Die hadden we nog... Dat was eigenlijk mijn bruggetje naar Skull and Bones. En dat is ook wel weer grappig. Dat, kijk, we hebben het er allemaal over gehad. We hadden al een beetje een soort van fantasie van... Wat als het nou een nieuwe... Assassin's Creed Black Flag wordt, weet je. Maar dan nog vetter. Nou goed, oké, ik had dat een beetje. Heel veel andere mensen hadden het ook. Nou, dat was het niet. Nee, het grappige is... Dat hebben ze uit Ubisoft ook nooit gezegd. Ze hebben altijd heel duidelijk wel in principe gezegd wat het zou gaan zijn. En dat is het 11 jaar na data ook precies wat het is geworden. En ja, je had meer verwacht of gehoopt, bedoel ik. Maar... Nee, dat is ook zo. Is ook zo. En wat zie je dus, nu Skull and Bones uit is, dat het spelersaantal van Assassin's Creed Black Flag is enorm gestegen. Ja. Dus mensen gaan dat allemaal weer oppikken. Omdat mensen eigenlijk Black Flag wilden spelen. En die hoopten dat Skull and Bones Black Flag was. Is het niet. En dan gaan ze toch Black Flag spelen. Ik
voorspel je dat in juni, als Ubisoft weer iets gaat doen, ik denk het wel, krijgen we de remake, wordt aangekondigd. Dat denk ik misschien remake. Wel eerder, maar inderdaad, ja, dat denk ik ook. En als er één game is die dat verdient, is het deze wel. Ga je hem spelen dan? Ja, ik ben wel weer toe aan, het is mijn favoriete Assassin's Creed ooit, dus... zo lang geleden en die game is wel echt zo goed dat ik dat zeker wel... Ik hoop wel dat er wel wat... Er moet wel wat mee gebeuren. Mm-hmm. Aan de andere kant, hij is ook nog wel zo vers in mijn geheugen. Open world games zijn niet zo ver gegroeid sinds die game. Je hebt nog The Witcher en 3 en Red Dead Redemption. Maar voor de rest vond ik dit ook wel in de top 5 waardig van beste open world games ooit. Ja. Dat ik, er moet wel echt iets aan veranderen, wil ik het gaan spelen, denk ik. Of iets toegevoegd zijn, omdat ik anders denk van ja, dit ken ik al nog steeds, bedoel ik. Nee. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het altijd wel grappig op van dat toch mensen een soort verwachting hebben. Die komt er helemaal niet uit. En dan keren ze weer terug naar de oude game. Ja, dat zie je vaak wel weer. En dan krijgt het een enorme opleving. Dat is het leuke van Back Catalog. Of de mogelijkheid om nog iets te kopen. Wie weet staat het ook wel op Game Pass. Ik weet het niet. Zou het op Game Pass staan? Of PlayStation dat Plus? Dat nee, ik denk het wel. Omdat er natuurlijk heel veel Ubisoft games staan op Game Pass. Ja. Volgens mij. Dus, en anders heeft Ubisoft natuurlijk ook de budgetbak. Connect of Play of wat dan ook. Dus dan staat het sowieso wel op. Oh, premium wel, inderdaad. Ja. Dan gaan we naar Pokémon. Die hadden ook weer een evenement. Het was geloof ik de dag, de Pokémon dag was het vorige week. De World Pokémon Day, dacht ik. I wish, Thijs. Ja, ik weet, jullie hebben ook niet per se heel veel met Pokémon, of wel? Nou, ik ben ermee opgegroeid. En ik heb de trading card game heb ik gespeeld. En ik heb ook heel veel games gespeeld. Maar dat was allemaal tot en met Pokémon Colosseum op de GameCube. Ja, precies. Daarna ben ik wel een beetje uitgecheckt. Pokémon Go heb ik natuurlijk nog wel heel even gespeeld. Ja. Ja, maar we zijn wel Pokémon bekenden. Ja. Ja. Ergens, we zijn niet fan, maar we zijn wel... maar je ziet dus nu, je kan die kaartjes natuurlijk gewoon in het echt kopen. Maar je kan ze nu ook op je mobiele telefoon doen. En dan kun je ze ook weer verhandelen met elkaar. Ja, dit is wel cash, hoor. Dit is gewoon natuurlijk fut. Ja. Maar dan, terwijl de wereld eigenlijk al zoiets had van... Ja, maar dat is niet zo erg of niet zo charmant, dit soort dingen. Nee. Dat je dit nu digitale... Dat is nog kutter, ja. De jackpot shit is gewoon weird, man. Ik vind dat echt... Ja, ik weet niet of dat... Het is eigenlijk misschien precies hetzelfde als in real life, maar... Wat deze shit super vet maakt... Ja. Is ten eerste dat je het fysiek hebt. Als je een card game aan het spelen bent... Dus niks vetter dan de kaarten hebben. Ja. Ja. Maar het draait om... Die kaarten meenemen naar het schoolplein. Ja, tuurlijk. Naar een communityavond. Ja. Lekker elkaar in de ogen kunnen aankijken. Kaarten ruilen. Kaarten spelen. Dat is wat het is. Ga je het digitaal maken? Fuck off, man. Ja, nou, ik vind het niet kut. Ik vind het er wel goed uitzien voor een game. Ja. Alleen inderdaad, dit is. Als je card games. Verzin dan iets digitaals daarvan. Niet cards, maar dan digitaal. Want cards zijn gewoon fucking. Tastbare papieren dingetjes. Nee, maar daarom. Het is creatief zo armoedig. Het is oh, ik kan wel lekker zo slice ook. Het is niet eens het concept. Ze hebben letterlijk de kaarten gepakt. Dat is wat er kut aan is. Nee, had er een digitale versie van kaarten bedacht. Ja. Zoals FUT characters. Hè? Dat vind ik dan ergens daar wel heel cool. Dat zijn characters die je in de game kan gebruiken. Gewoon 3D poppetjes bewijzen van. Maar dat dan had je er gewoon 3D Pokémon van kunnen maken. Die je zelf moet vangen. Die je daarna Pokemon met je matties kan ruilen. Pokémon Go. Dus het is er al. Dus dan hoef je het toch niet te hebben. Precies dat. Ik zag wel dat je elke dag 2 pakjes kon openen gratis. Ik zie wel Timberland Beats rechtsboven. Nee, inderdaad. Timberland Beats. Nee, maar dit is seriously uncool, inderdaad. Ja, iemand vroeg ook of David dit nog doet. Bevestigen? Ja, want hij had alle Pokémon's op één na. En toen heeft hij een tweet in de wereld gegooid van... Ja, heeft iemand voor mij? En toen heb ik hem geretweet. Toen had hij het binnen 5 minuten. Ik dacht, laat ik hem even helpen, die knul. Nou. Maar hij is daar... Hij heeft een obsessive... Wat is dat weer? Zo'n compulsory obsessive... Hij is echt een groot Pokémon-fan. Ja, maar hij moet een complete Pokédex hebben. Ja. Maar ik weet niet of hij de trading card game speelt. En kaartjes. En je herkent hem bijna niet meer terug. Want deze man is tegenwoordig gewoon een marathonloper. Oh, jezus. En als je hem ziet... Maar zijn baard zit er nog wel aan. Zijn baard heeft hij nog wel. Ik denk dat hij daar nooit afscheid van kan nemen. Okay. Ik wil hem als keer zonder baard zien. Hij is een partijtje dun. Oh, wow. Niet normaal. Nou, wie weet moeten we een keer. Ik zal eens een keer kijken of hij een keertje weer langs wil komen. Dat is op zich wel leuk bij een einde van de week of zo. Om te kijken hoe met hem gaat. Het is een baas. Dan hebben we ook nog, dat is het laatste nieuwtje.
ja, dit vind ik wel interessant. Maar goed, je weet, ik ben een Call of Duty speler. Call of Duty Warzone Mobile. En ik zat daar te denken. Nou ja, in de zin van... We hebben ook Call of Duty Mobile gehad, toch? Ja, maar dit is dus Warzone. En, cosplay? Nou, dat vroeg ik me dus even af. Dat had ik even moeten uitzoeken. Want ik kan me niet voorstellen op je mobiel... Ja, of je moet inderdaad die controllers erbij hebben die eraan kan zetten. Of dit lekker speelt. Onderschat dit niet. Call of Duty Mobile, daar verdienen ze bakken met geld mee. Met name in Azië en zo is dit echt heel erg groot. Mij doet het dan wat minder, omdat ik het graag op de console speel. Maar ja, dit is wel slim. Verder rest, ja, meer kan je er niet van zeggen. Verdansk zit erin. Ik ben geen gamer geworden, zodat uitgevers en developers slimme beslissingen kunnen maken om meer geld in mijn zak te kloppen. Ik wil gewoon vette games zien. Ik vind het niet vet. Hoezo niet? Nou, nee, dat mag gewoon Warzone. Call of Duty, ja. Ja, maar Warzone is in base. Op de console, toch? Oh nee, ja. Ik vind het wel cool dat je dit ook in de trein kan spelen als je even. Het is crossplay. Ja, als ik Call of Duty Mobile een beetje ken, dan zit het helemaal vol met kutshit. Nee, daar word je niet blij van, hoor. In de basis kan het cool zijn, maar waarschijnlijk inderdaad hebben ze er iets niet leuks van. Ze gaan er niks cools van maken, want als je denkt dat de outrage groot is bij console games, als ze die shit flikken, dat is er gewoon helemaal niet bij mobile games. Dus dan gaan ze gewoon helemaal fucking los. Ja. Nee. Dat is wel waar. Maar goed, ja, wij hebben hier niet al te veel met mobile games. Maar het is nog steeds wel de grootste verdienpost eigenlijk in de gamesindustrie. Er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Ik denk dat dit ook best wel weer groot gaat zijn. Ik ben heel benieuwd of ik het straks in de trein allemaal zie. Weet je wel, die pubers die daar zitten te spelen allemaal op die mobiele telefoontje. Of dat het misschien ik wel die Pokémon Trading Cards... Ik zit ook gewoon als een fucking nerd zit ik iedere dag op mijn Steam Deck te spelen. Ja, maar je hebt wel een Steam Deck. En dan zitten mensen ook te kijken van... Zit deze bijna 40-jarige man nou gewoon spelletjes te spelen? Heb jij nog een PlayStation Vita, meneer? Ja. Maar ik ben heel benieuwd of dan inderdaad opeens die Pokémon... of dat een ding gaat worden onder... want ik denk dat al... dat kan opeens een hype worden bij kids. Ik vind dat altijd hartstikke leuk, hoor. Dan met dat ik vond dat vroeger altijd leuk, die Panini... plaatjes sparen, weet je wel. Ja, maar bij de supermarkt staan. Fysiek? Fysiek inderdaad, ja. Of dat nu je, waar je nu over hebt is gewoon een JPEG. Google search die shit op image en Google image search en je hebt ze ook. Rechter muisknop sla op. Maar ik denk wel dat het gevaarlijker is, want als kids die willen die pakjes ook hebben, als het ware, ja, dan moeten ze nog naar de winkel toe fysiek, weet je wel. Nu zit het op een telefoon. Aan een telefoon zit meestal, denk ik wel, je bankaccount gekoppeld, weet je. Daar moet je wel goed in de gaten houden als ouder. Nee, ja, ik snap volledig waarom ze daar alle pijlen op richten. Maar weet je, voor mij was het gewoon vroeger naar de sigaar... Ja, oké, ik ben wel heel oud nu. Vroeger naar de sigarenboer en daar een pakje fucking kaarten kopen, weet je. Die zijn er bijna niet meer, man. Sigarenboeren. En dan in die Panini fucking albums die je had gekocht, alle fucking dingen vol plakken. Ja. Maar Haarlem hadden we altijd één sigarenboer. Daar haalde je ook al. Of je ging drop halen, weet je wel. Een muis voor 10 cent, weet je wel. Zo'n witte muis of een trekdrop ding. Of je kon daar kaartjes kopen voor Ajax, voor Haarlem. Dat soort dingen. Dus je ging je kaartjes nog bij de sigarenboer halen voor een voetbalwedstrijd. Vandaag de dag is allemaal online natuurlijk. Ja. Zijn er bijna niet meer echte sigarenboeren? Ja, kijk, en wat Nanna zegt, dan hoeft de jeugd de deur niet uit. Dan kunnen ze alsnog sparen voor de collectorsverslaving. Ja, dat is precies alles wat ik verschrikkelijk vind. Nou, ik vind collectors kan ik wel cool vinden. Alleen inderdaad, ze hebben nu kaartjes gedigitaliseerd. Ja. Dat is alsof je inderdaad een posters inscant. Kaartjes niet alleen gedigitaliseerd. Kijk, weet je wat is? Ik vind die shit cool als het je mensen samenbrengt, een community ervan maakt. Op schoolpleinen of op... Maar dat kan dit ook wel zijn. Nee, weet je, 99% van deze shit zijn mensen die gewoon anoniem gekoppeld worden aan iemand anders via matchmaking of whatever the fuck het ook is. Die zien alleen de username, halen een schouder op en gaan vervolgens verder door. Ja, maar dat denk ik. Er zullen momenten zijn waarop wel naast elkaar komen. Net zoals bijvoorbeeld niemand gamet op de Switch naast elkaar, weet je, soort van met vier controllertjes op één zo'n schermpje. Dat gebeurt ook niet, maar het kan wel. Dus het is ergens cool dat het een mogelijkheid is. Waarschijnlijk
waarschijnlijk zal het inderdaad bijna nooit gebeuren. Maar nou ja, op schoolpleinen tegenwoordig, het gaat een jaartje duren, maar nu mag je al niet meer in de klas je mobiele telefoon. Ik denk ook op een gegeven moment dat het helemaal weggaat. Ja. Van die mobiele telefoon gaat gewoon niet mee naar school. Maar dat is precies een beetje mijn idee erbij. Van alsof er nu iemand heeft een app ontwikkeld waarmee je kan knikkeren tegen elkaar. Ja. En dan ja. Zo. Ja, dat slaat nergens op. Precies. Dan, ja. Ja, maar je kan tegen iedereen spelen en je hoeft het huis niet meer uit. Ja, ja. Precies de alle dingen waardoor het niet cool is, weet je wel. Dude, je hebt nu net iets verzonnen. Dat moet je nu als freelancer moet je dat morgen in werking zetten. Digitaal en dan kan knikkeren? Je hier digitaal knikkeren, dude. Je hebt net letterlijk een app bedacht die mad cash kan verdienen. Waarschijnlijk bestaat het al lang dan. Nee, man. En dan is zo'n Marbles is dat niet gewoon knikker online? Ik heb het nooit gespeeld, maar is Marbles niet gewoon knikker online? Bestaat het al? Godverdomme. Maar zulke dingen bestaat met dus. Met de groene bonk en hoe die shit ook heet, dat je die kan bestalen. Kijk, en shit. Zeg, ja, het bestaat. Dus ja. Ik besef me nu wel opeens. Nee, dat, het is een race, dat bedoel ik. Dat fucking digitaal race. Knikkeren. Dat je je telefoon zo moet neerleggen. Ja, Marbles, ja. Zo. En dan ergens een digitaal ding richten. En dan gewoon dit doen. Dude, het is fucking briljant wat je net hebt bedacht. Bonken. Eigenlijk heb ik het ontwikkeld, doorontwikkeld. Jij hebt het bedacht. De olifantenbonk. Ja. Olifantenbonk, beam. Oké, en dan heb je dat 50 keer heb je een raak geknikkerd. En dan krijg je een nieuw zakje met knikkers. Tussen kunst en Kitsch Labs. We hebben nu vastgelegd. Het is gepatenteerd. Ja. Weet je, je bent al te laat. Met je vision, bro. Ik heb hier gehoord, als jij het nu gaat maken, we kunnen je nu met een datumstamp een YouTube-video laten zien dat wij dit bedacht hebben. We gaan geld verdienen, Koos! Eindelijk. 2027, alleen maar kinderen op school. Ben je met een app-developer, een game-developer? Hit us up. Het blijft nog steeds een slecht idee. Alleen nog maar kinderen in 2027 met een Vision Pro op het schoolveld. Maar conceptueel gezien klopt, wel. Klopt, maar we doen nu gewoon... We hebben thanks Pokémon voor deze shit. We gaan fucking knikkeren. We gaan knikkeren bonken. Game maken. Oh man, bonken. We noemen het bonken. Kat oog had je. Zullen we bonken vanavond? Kat oog had je ook. Ga je bonken vanavond? We zijn er. Nou, bonken. Absoluut. Ik heb morgen een bonken app. Bonken. Ik ga me knikkeren. En dan in plaats van bonken grinder noemen we het knikker. Knikker? Oh, knikker. Dat is ook vet. Knikker. Knikker of knikker. Bonken. Eén van de twee. Knikker. Zo, wat sick, hè. Ja, moet je wel oppassen, anders word je weer gecanceld. Ja, moet je opzetten. Dan krijg je dat weer. Ja, in principe, toch bonken. Ik besef me trouwens ook... Een harde K zit erin, oké? Een harde K. Ik besef me nu ook knikker. Wel dat Monkeloid out of business is, want niemand gaat meer kaartjes kopen. Ja, maar ja, dan zit hij straks de digitale trading te doen. Ja, maar nou, even kijken wat er in mijn pack zit. Ja, maar hetzelfde. Ja. Nee, maar dat vinden wij. Maar ik denk dus dat het voor Gen Z is hetzelfde. Die shit bestaat al. Mensen die alleen maar unpackings doen in FIFA Ultimate Team. Dat is zijn kut. YouTube kanalen met miljoenen fucking views. Met alleen maar guy. Oh my god. Cristiano Ronaldo. Maar hij verkoopt die kaartjes. Hij kan nu niks meer verkopen. Hij moet het dan hebben van donaties en dat soort dingen. Arme Monkeloid allemaal. Anyway. Ik krijg er warm van, jongens. Ik ben door mijn nieuws heen, dames en heren. En het is 3:30. We hebben het uitgebreid over Helldivers gehad. De review staat ook allemaal online. Hebben we dat gedaan? Hebben we dat uitgebreid? Helldivers 2? Niet in deze. Hebben jullie het al over Helldivers 2 gehad? Ja, niet in deze. Wat moeten we erover hebben? We hebben het review opgenomen. Ja, de review staat gewoon online, dus prima. Hey, Edwin moet er vandoor. Hartstikke leuk, ik moet weg. Ik heb vanavond een bonktoernooi. Maar daarom, dit wordt fucking amazing. Ik ga dit echt... Heet bij jullie... Waar, hè? Als er iemand is die games en apps ontwikkelt, drop in onze DM, want we gaan dit maken. We gaan het met z'n drieën maken. Heet het trouwens ook waar de bonk in moet? Dat heette toch de kuuk, of niet? Ja. Bij ons heet het kuuk. Potje. Dat is kuk. Of het gat, of het verkeerde gat. Ah, oké. Okay. Dat is een van die twee. Een potje. Anyway. In de pot. Dat is het verkeerde gat! Verkeerde gat! Je waar, moet af. Waar bonkte jij in? Waar bonkte je in dan? Maar hoe heette dat bij jou? Bij hem de kuuk, bij ons een potje. Potje, ja. Ja, toch? Potje? Ja. Kuk. Oh jongens, dat heb ik veel gedaan, man. Op school, in de lagere school. Anyway, hey, dit was hem. Je weet het, de kaarten voor Elder Scrolls, het 10-jarig feest, die kun je kopen via het linkje wat bij ons op de website staat en bij de podcast. Skull & Bones, seizoen 1 is uit. Ook daar kun je de informatie vragen. En we hebben natuurlijk vanaf deze week, althans deze maand, de PC Maart. Ja. Maart. Dus niet maart. Ja, je hebt hem mee, inderdaad. Anyway, dat betekent dat we... Je echt met mij moeten overleggen. anyway, dat betekent dus dat we elke week een aantal toffe
PC-items gaan maken. En er is een landingspagina bij McGecko. Die zie je hier even. En daar staan allemaal van PC's tot en met moederborden, tot en met laptops, tot en met monitoren. Tegen leuke prijzen die je kunt halen als je dat wil. Ga er gewoon ook langs. Ook daarvan hebben we het linkje voor je klaarstaan. Stan Doodleman zegt, ik bonk iedereen de moeder. Ja, dat is, nou, dat is het. Ja, en we bonken de boel inderdaad. Dat is zo'n vette app. Ja, goed. Dus je weet het. Jelle, blammer.tv of koos.blammer.tv als we samen met z'n drieën deze app gaan maken. En dan gaan we dat delen en dan splitten we het. Jij krijgt 20%. Ja. Dan moet je het in ieder geval niet de eerste stream over bonken bij Blammo doen. Want anders heeft Boris de rechten weer. Ja, dat doet dat ook niet meer. Staartbonkje heel smart, heel smart. In principe. Hey jongens, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Hopelijk wordt het een beetje mooi weer. Dat mag echt toch nog wel eens een keer gebeuren. Want het weer lijkt wel stuk. Ik moet zeggen, toen ik vandaag hier de trein stapte. Normaal gesproken is het in Amsterdam altijd kut. Kom ik uit het lekker warme Arnhem. En dan kom ik in Amsterdam. Het is grauw, ijskoude wind. Nee, dat was vandaag niet. Het zonnetje scheen. Het was nice. Vanmiddag gaat het weer regenen. Dus wie weet dat het nu alweer nat is. Anyway, prettig weekend. En we zien je volgende week. Ja, wij gaan de kwaliteit kijken. Doei.